Zo, goedemorgen allemaal. Het is een mooie dag buiten, een mooie maar een beetje frisse dag. En toch hebben velen de weg gevonden naar dit webinar. Het leuke aan dit webinar is dat ik kan zien wie er allemaal binnenkomt. Op dit moment zijn we net boven de 70 mensen die nu aan het volgen zijn. En daar zit Annie bij, daar zit Evi bij, daar zit Caroline bij, daar zit Maddy bij, daar zit een Romain bij. En ik zie ook een Eline en een Jolien aankomen. Oké. Zo, welkom allemaal. Een heel gevuld programma. U ziet de mensen die meewerken aan dit webinar. Een webinar over zeldzame non-Hodgkin lymfomen en chronische lymfatische leukemie. U ziet ze allemaal zitten. U ziet de twee aanstokers, als ik het zo mag zeggen. Dat zijn Elke en Willy. Straks komen we nog naar hen. Maar laten we eens kijken wie er vandaag zal spreken. We hebben... professor Anne Janssens. Professor Anne Janssens, ik vermoed dat velen onder jullie haar wel zullen kennen. Zij is hematologe. Ze is kliniekhoofd aan het UZ Leuven, of het zeg maar Gasthuisberg, of het vroegere Gasthuisberg. Ze draagt deze patiëntenverenigingen allemaal een warm hart toe. En professor, heb ik het juist dat jij het zo dadelijk wat zult hebben over CLL? Je gaat een beetje een overzicht bieden, denk ik, van waar staan we mee en wat zijn mogelijke behandelingen. Dat klopt? Ja, dat klopt. Jullie hebben mij gevraagd om het vooral toe te spitsen op CLL bij de jongere patiënt. En ik zal starten van diagnostiek tot therapie, maar het dan vooral richten op wat er van belang is bij de jongere patiënt. Oké, we kijken er naar uit. En van jou gaan we over naar uw collega Daan Dirks. Ook hij is hematoloog, ook hij is kliniekhoofd en ook hij draagt deze patiëntenvereniging een heel warm hart toe. Professor, jij kreeg de vraag om iets te vertellen over de zeldzame non-Hodgkin lymfomen. Dat zijn, ik heb je slides al even bekeken. Je hebt wat is het en wat kan eraan gedaan worden, hè? Ja, inderdaad. Goedemorgen iedereen. Ik heb inderdaad samen met Elke een viertal hele zeldzame non-Hodgkin lymfomen geselecteerd om eens te kijken van waar staan we met zeldzame lymfomen en vooral wat zijn de toekomstige behandelingsopties en mogelijkheden voor patiënten met deze hele zeldzame vormen van lymfomen. Oké, en dat sluit bijna naadloos aan op de zeldzame ziektedag van precies 6 dagen geleden. Hè? Want we gaan het echt wel hebben over heel zeldzame aandoeningen. En dan ziet u ook nog Lies. En u denkt, het is Lies Koud, maar nee, het is Lies Scout. Ik heb een S vergeten. Maar ze heeft het me al vergeven dat er dat haar naam iets is ingekort. Lies is psychotherapeute. Ze werkt bij De Wegwijzer. En eigenlijk is haar thema dat ze bespreekt met cliënten vooral verlies. En dat kan verlies zijn door een sterfgeval, dat kan verlies zijn na een echtscheiding, dat kan verlies zijn na een verkeersongeluk. Maar vandaag ga je het hier vooral toepassen over verlies van mijn ziekte, maar vooral hoe bespreek ik dat met mijn kinderen en zelfs kleinkinderen. Dat klopt, Elise. Ja, klopt zeker. Ik hoop jullie een aantal handvaten mee te geven vandaag over hoe dat je in gesprek kan gaan met kinderen, met jongeren en waar dat je dan vooral rekening mee dient te houden en vooral hoe belangrijk dat het is om in dat gesprek te gaan met kinderen. Ja, en ook naar jouw slides heb ik al even gepiept, Lies, en daar staan inderdaad een heel aantal praktische tips in. Hoe vertel je dat? Hoe ga je het gesprek aan met kinderen en kleinkinderen? En dan gaan we naar de twee mensen die aan de start staan van dit alles. Ten eerste zie je Stefanie van Tuinen. Zij houdt zich op de achtergrond een beetje bezig met de vragen die zullen binnenkomen, want dit is een interactief webinar, dus wij verwachten veel vragen. We hebben trouwens al heel wat vragen vooraf gekregen. Bijvoorbeeld, dit is het lijstje van vragen die professor Janssens al vooraf heeft gekregen. Dat is een mooi lijstje, dus daar gaan we het straks zeker en vast over hebben. Maar nog veel belangrijker zijn de vragen die nu zullen binnenkomen. Als u op uw scherm kijkt, ziet u rechts een kolom. Voilà. En onderaan die kolom ziet u daar staan een vakje. Stel een vraag. Typ daar je vraag in en verstuur het. En Stefanie zal die vragen allemaal netjes doorsturen naar mij. En zo brengen we die terug. Ondertussen zie ik zelfs dat Annie vraagt dat het geluid regelmatig wegvalt.
Annie, er zijn een aantal dit is een live-uitzending en in elk geval, wij streamen het hier op hoge kwaliteit naar buiten. Dus als er een probleem is, als je geluid af en toe eens wegvalt, kijk eerst eens op welke browser je zit. Over het algemeen doet Chrome het beter dan andere browsers. En probeer eens, kijk eens of dat er in je gezin op dit moment veel internet wordt verbruikt. Zijn ze aan het Netflixen? Zijn ze aan het TikTokken? Zijn ze aan het surfen op YouTube? Smijt ze er allemaal af, want van de komende 2 uur heeft Annie voorrang en zij wil een goed geluid. Dus bekijk eventjes die technische zaken. In elk geval, van hieruit wordt het goed gestreamd. Voilà, u weet al wie Stefanie is en Elke, velen onder u zullen haar ook kennen. Elke, jij had een paar slides ook voorbereid, hè? Ja, dat klopt, Jan. Zeker. Ik zal die al even geven aan jou. Voilà, het is aan jou, Elke. Dankjewel, Jan. Ik wil iedereen welkom heten op deze tweede webinar die Lymfeklierkankervereniging Vlaanderen samen organiseert met Wildgroei. Een webinar over zeldzame non-Hodgkin lymfomen en chronische lymfatische leukemie. Zowel LVV als Wildgroei zijn ook lid van het BAS Patient Committee. En professor Janssens is voorzitter van BAS, ook wel een onafhankelijke organisatie die eigenlijk de zorgverleners en ook de patiëntenorganisaties die zich richten op hematologie verenigt. Als voorzitter kom ik altijd zo vaker in de picture dan de rest van LVV en dat is eigenlijk een beetje onterecht. Vandaar dat ik ook graag ook nog eens de anderen een beetje in de picture zet. Stefanie zien jullie en zij gaat vandaag niet alleen de vragen goed behandelen, maar zij zorgt er eigenlijk ook voor dat de brochures die patiënten of naasten aan ons opvragen, dat die ook verstuurd worden en bij onze lotgenoten terechtkomen. Greet van Oos, onze penningmeester, zorgt keigoed voor onze financiën. Ivan is degene die in niet-covid-tijden onze ontspanningsactiviteiten organiseert, dus we hopen dat volgend jaar wel weer terug op te pikken. En Cecile Degen zorgt voor eigenlijk het lotgenotencontact en is ook wel normaal gezien in een Gents ziekenhuis terug te vinden om eens een babbeltje te staan met lotgenoten of naasten. Nu, wat doen wij eigenlijk als LVV? Wel, zijn er eigenlijk voor mensen met lymfeklierkanker of die in een verleden lymfeklierkanker gehad hebben? En dus meer specifiek Hodgkin-lymfoom, maar ook non-Hodgkin-lymfomen. En zoals iedereen weet zijn er tientallen non-Hodgkin lymfomen. En daarvan gaan we er inderdaad een aantal laten behandelen straks. Wij richten ons ook tot chronische lymfatische leukemie en de ziekte van Waldenström. En we zijn er natuurlijk ook niet alleen voor patiënten, maar ook voor naasten. Wat bieden wij als LVV? Wel, we hebben heel wat brochures ter beschikking die men gratis bij ons kan opvragen. Dus als je naar onze website van Lymfeklierkankervereniging Vlaanderen surft en je vult het contactformulier in, kan je eigenlijk alle brochures aangeven die je eigenlijk wil. We hebben vorig jaar in november de brochure Leven met lymfeklierkanker opnieuw vernieuwd. Dat is een hele nieuwe editie met heel wat nieuwe getuigenissen. We hebben nog altijd stoffen mondmaskers van Stichting Tegen Kanker die wij kunnen opsturen. En ook heel wat brochures over chronische lymfatische leukemie. Dus als iemand straks nog geen brochure daarover heeft, kan je die zeker bij ons opvragen. Ook over diffuus grootcellig B-cel lymfoom en folliculair lymfoom. En ook over immunotherapie en binnenkort ook over neuropathie. Ik heb daar zelf ook een beetje last van. Dus het is wel een brochure waar ik ook wel heel hard naar uitkijk. Wij doen ook heel wat lotgenotencontact. Dat is via onze besloten Facebookgroep. Ondertussen zijn we al met meer dan 250. Dus dat is ook wel een groot aantal. En dat geeft toch wel heel wat steun aan patiënten en naasten onderling. En buiten webinars en symposia geven we natuurlijk ook heel wat informatie via onze website en onze digitale nieuwsbrief. Nu, sinds dit jaar doen we ook online lotgenotencontact. Dat is 2 maandelijks. En we proberen het een beetje te richten op het type lymfoom. Dus we proberen eigenlijk mensen met een Hodgkin-lymfoom samen te brengen of met een folliculair lymfoom. Voor de zeldzame non-Hodgkin-lymfomen kunnen we dat niet doen. Dus die proberen we dan weer wat meer te groeperen. En tenslotte, maar zeker even belangrijk, is het feit dat wij ook aan patiëntenparticipatie doen en belangenbehartiging. Daar ga ik zelfs nog een beetje over terugkomen. Nu, wij zijn
ik voel me eigenlijk nog wel jong. De anderen denken daar misschien niet altijd hetzelfde over, maar we proberen via sociale media dus ook jongere mensen te bereiken, maar ook de ouderen, want ik denk dat dat niet uitsluit dat zij niet met sociale media overweg zouden kunnen. Dus voor de mensen die ons willen volgen, we hebben een LinkedIn-pagina, een Twitter-pagina, een Facebook- en een Instagram-pagina. En sinds kort, en dat staat er nog niet op, een YouTube-kanaal. En deze webinar zal daar achteraf ook opnieuw te herbekijken zijn. Ik heb het daarnet over gehad over belangenbehartiging. En wij doen dat eigenlijk bij verschillende nationale organisaties, maar ook internationaal. Radio Org, die zorgt een beetje voor de zeldzame ziekte, daar zijn wij ook lid van. Wij werken ook nauw samen met Kom op tegen kanker en Stichting tegen kanker. Zijn dus lid, zoals ik zei, van BAS. Ik ben sinds kort zelf ook lid van het patiëntencomité en voorzitter van het patiëntencomité binnen BAS. En wij doen ook een beroep op het Vlaams Patiëntenplatform, die er is voor alle patiënten. En de internationale organisaties, waaronder de Lymphoma Coalition, omdat zij eigenlijk alle patiëntenorganisaties die zich richten op lymfomen in heel de wereld verenigen. En zij zorgen ook voor heel wat informatie over lymfomen en ook over enquêtes waar dat wij ook tweejaarlijks aan kunnen meedoen. Als er iemand nog vragen zou hebben, dit zijn de gegevens waarop jullie ons kunnen bereiken. We hebben ook nog een adres, dus als iemand nog eens een gele postkaart wil sturen, het mag ook gerust. Dus alle meestal wel naar LVV op dit moment. Wat ik ook belangrijk vind, is toch eventjes onze sponsors en donateurs te bedanken, omdat we eigenlijk die webinar ook dankzij hun kunnen realiseren. En eigenlijk niet alleen deze webinar, maar eigenlijk de hele werking en alle projecten die we nog gaan doen voor dit jaar. En dat zijn er wel heel wat. Dus ik wil gewoon graag nog eens Kom op tegen kanker en Stichting tegen kanker bedanken. En dan ook de farmabedrijven zoals Sandoz, Janssen, Takeda, Roche, Gilead, Opfi, Amgen, Bristol-Myers Squibb en sinds kort ook AstraZeneca. En we kunnen gelukkig ook nog altijd een beroep doen op het Fonds Petrus de Boet, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting. Dus dat was mijn presentatie. En er is nu nog wildgroei, dus ik geef het woord ook aan voorzitter Willy Schepers. Goedemorgen allemaal. Hartelijk dank, Elke. Ik wens ook professor Anne Janssen en professor Daan Dirks en Lies Kouten danken, want we hebben toch wel een heel mooi panel hier. En ik denk dat het heel leerrijk gaat zijn voor al de mensen die hier aanwezig zijn. Maar ik wil in eerste instantie vooral Elke danken. En Elke is voorzitter van BAS en vervult daar eigenlijk een hele goede liaison naar de andere zelfhulpgroepen. Wij zijn een redelijk kleine zelfhulpgroep uit Limburg, hebben niet de mogelijkheden van een grote zelfhulpgroep. Wij zijn vooral specifiek gericht op bijeenkomsten samen met mensen, fysiek, en minder op het wetenschappelijke. Dus wij vinden het bijzonder leuk dat Elke en Stefanie ons helpen om ook wetenschappelijk patiënten te ondersteunen. Dus Elke, hartelijk dank daarvoor. Ik vind het ook heel leuk dat jij voorzitter geworden bent van BAS, want het is een echte verbetering en ik hoop dat we dat in de toekomst nog verdere vruchten zullen oplukken. Als Wildgroei hebben wij een kort filmpje gemaakt met de activiteiten die wij dit jaar nog gaan doen. En u gaat dat nu zien. Ik wens iedereen een heel goed webinar. Ja, voilà. En we zien vandaag Willy twee keer voor dezelfde prijs. Hier is een filmpje dat hij vooraf eventjes heeft opgenomen. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om eventjes de rest van ons jaarprogramma 2021 voor te stellen. Op 15 maart houden wij een relatief kleine webinar over Nexus Health. Nexus Health is een gezondheidsapp die ontwikkeld is door de KUL in Leuven in samenwerking met CGK. Het is een joint venture van die twee en dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier die in zeer vele ziekenhuizen gebruikt wordt. Wie heeft daar toegang toe? Het ziekenhuis, uzelf en de mensen die u wilt dat daar toegang tot hebben. Bijvoorbeeld uw huisdokter, uw echtgenote, een van uw kinderen en zo verder. Pas op, dat dient steeds geregistreerd te worden. Er kan nooit iemand in dit dossier zonder uw toestemming. Dan hebben we op 19 april, is er normaal gezien een bezoek voorzien aan het Sol ziekenhuis in Genk. Dit hebben we moeten cancelen vanwege niet corona veilig. We gaan dit vervangen door een Zoom-sessie die we heten Praatcafé achter uw pc. Op 21 juni gaan we naar de brug van Vroenhoven. Dit is een uitstap
U moet de verplaatsing individueel doen, maar we spreken af aan het museum. Wij hopen dat tegen dan iedereen gevaccineerd is, zodanig dat we in groep dit museum kunnen bezoeken. Het is een leuke uitstap. Vroenhoven is een monument aan het worden in Vlaanderen. Het is een zeer mooi en interactief museum. Het ligt aan het Albertkanaal en eigenlijk kan u er een dagje van maken als u ervoor of nadien naar Maastricht gaat, wat op enkele kilometers afstand ligt. Dan hebben we op 21 september een webinar of een live sessie, dat hangt ook een beetje van de toestand af, met professor Jean-Luc Rummes, die ons gaat uitleggen hoe je een tabel met uw bloedwaarde moet interpreteren. Dan op 19 oktober bezoeken we, dat is met een bus vertrekken vanuit Limburg, maar indien u dat wenst, kan u ook individueel tot daar rijden, bezoeken we Heldhaus in Heverlee. Heldhaus gaat eigenlijk over hoe ziet de gezondheidsopvolging er in de toekomst uit. Het ziekenhuis van de toekomst, als patiënt bij u thuis in de toekomst en zo verder. Zeer interessant bezoek. Ik heb het, ik denk anderhalf jaar geleden, met het Vlaams Patiëntenplatform bezocht. Het is echt de moeite waard, anders stond het zeker niet op ons programma. En dan sluiten we ons jaar af op 15-11 met ook een Zoom-sessie of een live uiteenzetting van professor Johan Zwinnen, die u voor zeker kent van op tv, de professor die zeer vele inspanningen geleverd heeft om ook opbrengsten te delen met verenigingen die opkomen voor kankerpatiënten. Dit was het. U gaat nu nog enkele dia's zien, een PowerPoint. Neemt u rustig de tijd voor die nog eventjes te bekijken. En moest u inlichtingen wensen, dan kan u steeds terecht bij Peter Abijns, onze secretaris van Wildgroei. Hartelijk dank voor dit te bekijken. Wij wensen u ook verder nog een hele aangename dag. En we hopen dat dit webinar u bevallen heeft. En we hopen ook in de toekomst van u nog op onze activiteiten te mogen ontmoeten. Voilà, en zo hebben we Willy op twee verschillende manieren gezien. Elke laat me er even op wijzen dat er net een foutje is gezegd. Elke is niet de BHS-voorzitter, maar ze is de voorzitter van het patiëntencomité. Want als ik het goed heb, professor Jansen, bent u de voorzitter van het BHS, het eigenlijke BHS. Dus twee belangrijke personen zitten hier op ons webinar. En ik merk, en dat is goed nieuws, dat onze Q&A, onze vragenstelkolom, dat die goed aan het werk is. Er komen al heel wat vragen binnen. En het was misschien een beetje te verwachten. Er komt ook al een vraagje bij van rond vaccinatie. Ik denk dat je er niet zal tussenuit kunnen, professor Jansen en professor Dieriksen, om daar toch ook even naar te kijken van vaccinatie. Maar goed, laat ons aan de hoofdmoot beginnen. Bedankt Elke, bedankt Stefanie, bedankt zeker ook Willy voor om ook nog een filmpje ervoor te maken. Laat ons beginnen. Laat ons eens kijken hoe het zit met CLL. SLL, en dan gaan we naar Leuven, dan gaan we naar professor Jansen, en ik ga even je slides klaarzetten, professor, en dan zijn wij een en al oor voor jou, en we zien u straks terug met de vragen, om vragen te beantwoorden. Professor, het is aan jou. Oké, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging alleszins, om te spreken op jullie webinar. Chronisch lymfatische leukemie is een ziekte die vooral op oudere leeftijd gesteld wordt. Maar jullie hebben mij gevraagd om dat toch toe te spitsen op hoe we het aanpakken als de diagnose op jongere leeftijd gesteld wordt. Volgende. Ja, ik kan ze zelf bedienen, sorry. Dus we gaan het hebben over diagnostiek en staging van CLL. Is er een verschil tussen
epidemiologie op jongere en oudere leeftijd? Presenteert de ziekte zich gelijk? En wat doen we als therapie? We beginnen bij diagnostiek en stagering. Als je de diagnose van CLL wilt stellen, dan moet je op het einde van de diagnostiek zeker zijn dat het CLL is. Want dat is zeer belangrijk om de patiënt te kunnen zeggen hoe gaat het ziekteverloop zijn, wat is de prognose, wat is de ideale therapie. Als we een patiënt de eerste keer zien, dan heeft hij of zij vaak geen enkele klacht. De patiënt wordt verwezen omdat er een afwijking gezien is in het bloedbeeld en dat bloedonderzoek is gebeurd om een totaal andere reden. De patiënt is 50, 60 geworden en wil een check-up of we willen het cholesterol controleren of zo voort. Maar soms hebben de patiënten ook klieren en worden ze daarom verwezen. Af en toe is ook de milt en de lever vergroot en heeft de patiënt daar last van. Maar weet dat bij diagnose zeer, zeer weinig patiënten B-symptomen hebben. B-symptomen, blijvende koorts, niet anders te verklaren, nachtzweten of gewichtsdaling. En onze assistenten vragen daar aan elke hematopatiënt naar. En jullie denken waarschijnlijk dat jullie dat moeten hebben. Maar weet, bij CLL die gediagnosticeerd wordt, is dat zeer zeldzaam. Dit is een beeld wat wij dan doen nadat we de anamnese hebben afgenomen. We gaan de patiënt onderzoeken. We gaan op zoek naar klieren in de hals, in de oksels, in de liezen. Dat kunnen we gemakkelijk voelen met ons klinisch onderzoek. Maar klieren die tussen hart- en bloedvaten zitten, die diep in de buik zitten, die kunnen we niet voelen. Daarvoor hebben we beeldvorming nodig, als dat nodig zou zijn. De milt kunnen we wel voelen als we een experienced arts zijn en als die echt sterk vergroot is. En hetzelfde geldt voor de lever. En dan gaan we naar het bloed kijken. Het belangrijkste is dat we naar het bloed gaan kijken onder de microscoop. Dat is misschien een verouderd onderzoek, maar het is snel en niet duur. En hier zie je een ideaal beeld hoe dat de CLL-celletjes eruit zien onder de microscoop. Dat zijn kleine cellen, 1 à 2 keer de grootte van een rode bloedcel. Stevig geklompt chromatine noemen we dat, met zeer weinig cytoplasma. Dat is een ideaal beeld in de ideale wereld, maar dagelijks ziet het er zo uit, dus iets minder didactisch. En je ziet ook die kapotte, grotere schimmen van cellen daartussen. Dat zijn de Gumbrechtse schaduwen. Dat zijn gewoon cellen die bij het uitstrijken, doordat ze zo broos zijn, gemakkelijk stuk gaan. Dat is diagnostisch, maar niet elke CLL-cel heeft dat. Maar het kan ook gezien worden bij andere leukemische lymfomen. Dus we kunnen niet zeggen, omdat we Gumbrechtse schaduwen zien, dat het een diagnose CLL is, maar de kans is groot. Als we denken dat het gaat over een CLL, dan gaan we daar merkers op loslaten, celmerkers, die met een flowcytometer kunnen nagekeken worden. En vroeger was vooral de Katowski-score populair. Dat waren gewoon 5 merkers die we gingen scoren, aanwezig, afwezig. En als je 4 op 5 of 5 op 5 van die merkers had, dan was je zeker dat het ging over een CLL. Had je maar 1 à 2 merkers, dan was de kans super, super klein dat het een CLL was. Maar 3 op 5, dan noemden we dat een atypische CLL. En de vraag was dan, is dat een CLL? Ja, dan nee. En momenteel raden ze aan om een ander merkerpanel te gebruiken, zodanig dat we afgeraken van die atypische CLL. Dus CD5 positief, B-celmerkers CD19, CD20 en immune oppervlakte, kappa of lambda, zwak. En dan nog een CD23 die positief is. Dan mogen we al zeggen dat het gaat over een CLL. Hebben we dan toch nog moeilijkheden, dan moeten we wat gesofisticeerde merkers erbij halen om toch tot de diagnose al dan niet te komen. Een beenmergonderzoek. Wel, ik doe het zeer, zeer, zeer weinig bij diagnose of niet meer. De meeste van jullie weten wat dat een beenmergonderzoek is. Bij CLL zouden we
als we het toch doen, alles moeten doen, dus ook een stukje bot afnemen. En dat doen we meestal in de bekkenkam. We gaan dan ons naald vastzetten in het bot. We zuigen beenmerg op om uitstrijkjes te maken, om de cellen onder de microscoop te tellen. En we zuigen ook materiaal op om genetisch onderzoek op te doen, om celmerkend onderzoek op te doen. En dan nemen we ook een stukje bot. En in het midden van de slide zie je hoe dat een stukje bot onder de microscoop eruit ziet. Die roze lamellen, dat is het bot, en daartussen zit normaal het beenmerg. Hier is dat volledig ingenomen door een monotoon infiltraat van kleine celletjes. En je moet mij geloven, dat is invasie door een CLL. Maar ik heb al gezegd, in de dagdagelijkse praktijk hebben we dat niet nodig meestal. We kunnen alles perfect op het bloed doen. En dat gaat van cytologie naar celmerkend onderzoek naar genetisch onderzoek. Wanneer moeten we het dan wel doen? Wel, we moeten het soms nog wel doen in studieverband. En dan ook om de evolutie van de ziekte op te volgen. Is de patiënt in remissie? Ja of nee? Of soms hebben we eens een patiënt die een tekort aan rode bloedcellen, bloedplaatjes, witte bloedcellen doet, zonder dat we goed weten waarom. Is dat dan door de medicatie? Is dat een auto-immuunproces, een auto-immune trombopenie, een auto-immune hemolyse? Of is het gewoon omdat de ziekte toch nog aanwezig is in het beenmerg? Maar we doen het nog altijd, maar zeer zelden. Moeten we dan beeldvorming doen? Moeten we scanners doen, PET-scans? Wel, meestal bij diagnose beperk ik mij tot een foto van de borstkas en echo van de buik, maar zelfs dat hoeft volgens de richtlijnen niet. Waarom doen we het dan wel? Wel, een echo van de buik leert mij of dat de mild vergroot is, ja dan nee. Want ze moet al flink vergroot zijn voordat we het echt klinisch gaan voelen. En dan kunnen we dat ook in de toekomst beter volgen. Foto van de borstkas, soms vinden we iets anders. Recentelijk hebben we dat nog gedaan en vonden we een longkanker, wat de patiënt nog geen last van had. Maar stricto sensu hoeft dit niet. Scanners, borstkas, buik, hals, dat doen we vooral in studieverband of ook wanneer we eens een therapie met venetoclax moeten starten om de tumorlood in te calculeren. En ook in studieverband moeten we het cyclisch doen om de respons in te schatten. Een PET-scan is niet zo zinvol bij een CLL, niet bij diagnose, niet bij follow-up, behalve als we vermoeden dat er een transformatie naar een agressieve ziekte gaat plaats hebben. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een scanner. Een patiënt komt bij ons met een lymfocytose, heeft geen enkele klacht, heeft geen enkele klier te voelen. En de assistent vraagt mij, dokter, wilt je eens meekomen, want ik weet niet zeker of ik de mild voel. En ik moet het ook zeggen, ik weet het niet echt. Is dat mild of is dat iets anders? Dus we vragen toch een scanner en we zijn zeer verbaasd als we zien dat gans die buik opgevuld is met een grote kliermassa. Ook als we de patiënten terugzien om de scanner te bespreken, vragen we, ja, heb je toch geen klachten van buikpijn, stoelgangsveranderingen? En de patiënt moet zeggen, nee, ik heb geen enkele last. Dus dit is maar gewoon om te tonen, ondanks dat we kunnen denken dat de tumor toch zeer beperkt is, een Reich stadium 0, een binair A, wat ik straks zal uitleggen, kunnen er toch patiënten zijn die enorm veel klieren inwendig dragen. Dat is een voorbeeld van een grote mild. De linkerfoto ziet je voordat de therapie gestart is, dat de mild gigantisch groot is, maar naar therapie tot een normaal niveau. Dus dat kunnen we ook zien op scanner, maar dat kunnen we evengoed zien op echo. En dat zijn bijvoorbeeld enkele foto's van een PET-scan. De rechter is een patiënt met gewoon CLL. Een collega van mij was ongerust dat de patiënt progressief was, omdat hij overal klieren had. In het midden zie je een patiënt die al lang gekend was met een CLL en plots komt consulteren wegens een snel groeiende klier in de hals. En je ziet in de linkerhals is daar een grote zwarte massa te zien. En aan de rechterkant zie je dan een patiënte die het echt niet goed doet, die B-symptomen heeft, grote klieren overal. En die klieren tekenen ook enorm hard.
Dus de rechterkant zijn twee patiënten die aan het transformeren waren naar een rechtertransformatie. En bij die patiënten moeten we dan toch een klierbiopsie doen. Dus een stukje van een klier wordt chirurgisch verwijderd om dan weer onder de microscoop te onderzoeken. Om dan te zien, is het nog altijd CLL? Is het iets anders geworden? En bij die twee patiënten die een positieve PET hadden, konden we aantonen dat ze getransformeerd waren naar een grootcellig lymfoom. En dus ook daarvoor moesten behandeld worden. Maar ook bij patiënten waar we niet zeker zijn over de diagnose, omdat er te weinig cellen in het bloed circuleren of omdat er geen cellen in het bloed circuleren, moeten we soms een biopsie doen. En soms komt de patiënt ook bij ons, omdat een collega de patiënt gezien heeft en een klierbiopsie heeft laten maken, zonder dat er eerst naar het bloed gekeken is. Goed, een vraag van jullie was ook, hoe differentiëren we een chronische lymfatische leukemie en een small lymphocytic lymfoma of een monoclonale B-cel lymfocytose? Dus voor eerst wil ik zeggen dat small lymphocytic lymfoma en chronische lymfatische leukemie twee uitingen zijn van dezelfde ziekte. De prognose is hetzelfde, de aanpak is hetzelfde. Een monoclonale B-cel lymfocytose is een voorloper, zoals jullie misschien ook weten, dat een MGUS een voorloper kan zijn van een multiple myeloom. Als we kijken aan de rechterkant, dan zie je de chronische lymfatische leukemie. Je ziet dat per definitie in het bloed er altijd meer dan 5000 klonale B-cellen aanwezig moeten zijn. Dus dat kunnen we gemakkelijk uit het bloed leren. De patiënt kan klieren hebben, een vergrote mild of een vergrote lever, kan een anemie of een trombopenie hebben en kan B-symptomen hebben. Maar ze moeten meer dan 5000 klonale B-cellen in het bloed hebben. En dat is in tegenstelling met small lymphocytic lymphoma, waar er minder dan 5000 klonale B-cellen zijn, maar de patiënt wel klieren heeft die we kunnen voelen. De mild kan vergroot zijn, er kunnen B-symptomen zijn, er kan anemie of trombopenie zijn, maar er moeten klieren aanwezig zijn en minder dan 5000 klonale B-cellen. Monoclonale B-cel lymfocytose, per definitie is dat minder dan 5000 monoclonale B-cellen in het bloed, geen palpabele klieren bij klinisch onderzoek, geen palpabele mild of lever bij klinisch onderzoek, geen B-symptomen, geen anemie en trombopenie. De monoclonale B-cel lymfocytose wordt vandaag de dag meer en meer gesteld, omdat we meer en meer bloedonderzoeken doen. We gaan veel meer ook witte bloedcelformules bekijken. We gaan meer onderzoek doen als er een lichte lymfocytose is. Wat is de evolutie van de monoclonale B-cel lymfocytose? Een beetje hetzelfde als bij een MGUS, namelijk multiple myeloom. 1% per jaar kan evolueren naar een small lymphocytic lymfoma of chronische lymfatische leukemie met reeds nood aan therapie. Dus we gaan die patiënten ook volgen. Maar de kans dat ze naar CLL of small lymphocytic lymfoma gaan, is niet zo groot. Per definitie hebben we dan nog een high-count en een low-count MBL. Een low-count MBL zijn feitelijk enkel labodiagnoses. De patiënt gaat dit niet voelen. En we zien dat feitelijk ook niet in een routine bloedonderzoek. Wanneer er een high-count is, dat zijn meer dan 500 monoclonale B-cel lymfocyten in het bloed, tot 5000. Dat kunnen we wel zien bij een labo-onderzoek. Maar ook hier gaat de patiënt geen klinische last van hebben. En dan komen we tot staging. We hebben de beroemde, beruchte RAI en Binet classificaties. De twee professoren leven nog altijd. Kanti RAI in New York is nog altijd actief in de hematologie. En Jean-Louis Binet is ook nog altijd actief, maar dan wel in het Louvre in Parijs. Dus ze hebben in de jaren 70-80 een classificaties gemaakt aan de hand van lymfocytose, klieren, mildvergroting, anemie en trombopenie. Dus dat wil zeggen, we hebben enkel een bloedonderzoek nodig en een klinisch onderzoek. En wat je ziet aan de curves, dat de patiënten een zeer groot verschil hadden in overall survival aan de hand van de tumorload die we konden vinden. Dus patiënten met anemie en trombopenie hadden in de curves in die tijd maar een overleving van 2 jaar.
Dus aan de rechterkant zien we de klassificaties met de overleving in de jaren 80. En aan de linkerkant zie je met dezelfde klassificaties de overleving in de reeks van de Duitsers in 2014. En dan zie je, als we kijken naar Binet, dat de overleving van Binet B en C gelijkwaardig geworden is, maar wel nog altijd een groot verschil heeft met Binet A. Terwijl, als we kijken naar RAI, dat RAI 0, RAI 1 en 2 en RAI 3 en 4 nog altijd een significant verschil hebben in overall survival, maar dat ook voor de mensen met een RAI 3 en 4, dat de overall survival veel verbeterd is en dat die rond de 7 jaar ligt. 10 jaar geleden is weliswaar, op het moment dat er nog geen novel agents waren. Goed, is er nu een verschil om de diagnose te stellen tussen patiënten die jong zijn en oud? Nee, we gaan de patiënt op dezelfde manier aanpakken. Een patiënt van 30 jaar met een CLL gaan we ook geen scanners moeten doen. Dat wil niet zeggen dat uw arts het niet zal doen, of dat u misschien niet zal aandringen en toch uw dokter steun gaat krijgen om het te doen. Maar in principe moeten we de ziekte niet anders diagnosticeren of dat de ziekte gediagnosticeerd wordt op 30 jaar of op 80 jaar. Wat over epidemiologie bij jong en oud? Dus we hebben het hier straks over rare ziektes, maar CLL is een van de belangrijkste ziektes in de hematologie. Het is alleszins de belangrijkste leukemie op oudere leeftijd. Dus ongeveer 11% wordt gediagnosticeerd met een CLL en een acute myeloïde leukemie komt daarna en dat wordt gediagnosticeerd bij 9% van de patiënten. Wat over incidentie? Je ziet hier in de linkertabel dat de incidentie stijgt hoe ouder dat we worden en dat in oude gegevens ongeveer 2/3 gediagnosticeerd werd bij een leeftijd hoger dan 65 jaar. Mannen worden 2 keer zo frequent gediagnosticeerd dan vrouwen. En we zitten ongeveer met een incidentie van rond de 4 op 100.000 in de westerse wereld. En de gemiddelde leeftijd is in grote databases rond de 70 jaar. De rechtertabel toont u dat ook de man-vrouw verhouding in België rond de 60 op 40 ligt. Dus mannen nog altijd meer getroffen door CLL dan vrouwen. Kijken we dan naar iets recentere data van de Verenigde Staten en van Duitsland, dan zien we terug dat 30% van de patiënten bij diagnose jonger zijn dan 65 jaar. En kijken we dan naar prevalentie, dus het aantal patiënten die we op een bepaalde dag hebben met CLL van de laatste 5 jaar gediagnosticeerd, dan komt dat op hetzelfde neer. En dat is wat we in België hebben aan CLL-patiënten in 2018. Die data zijn klaar, ze zijn nog niet gepubliceerd. En dat wil zeggen dat we in België, als we kijken over 2004 tot 2018, dus 15 jaar, dat we in 2018 4 patiënten hebben die jonger zijn dan 30, 23 tussen de 30 en 40, 180 tussen de 40 en 50, een 860 tussen 50 en 60 en dan een 2068 tussen 60. Dus dat wil zeggen dat een 14% van deze patiënten jonger zijn dan 60 jaar. En als we dan proberen dat onder de 65 te zetten, dan we ook hier in België een 25-30% hebben die jonger zijn dan 65 jaar. Goed, de presentatie. Bij jongere en oudere patiënten is dit gelijk. Wel, dit is een zeer oude studie van 2000 door de Italianen gedaan bij een 1000-tal patiënten. En uiteindelijk zie je echt niet zoveel verschillen. Misschien was er hier wat meer voordeel voor mannen op jongere leeftijd, maar de Ryan-Binet-classificaties niet moeten behandeld worden, wel moeten behandeld worden. De lymfocytenverdubbelingstijd, dat was vrij gelijklopend.
En als we dan kijken nog naar een recentere en grotere reeks van de Mayo Clinic in de Verenigde Staten, dan zie je hier ook dat er misschien wel wat significante verschillen zijn, maar dat dat feitelijk klinisch niet relevant is. Dus de witte bloedcellen bij diagnose, de anemie, de trombopenie, beta-2 microglobuline, weer de RAI-status, de performance-status, dat was allemaal vrij gelijklopend. En ik heb hier gehighlined met de rode pijl. Als we dan kijken van de patiënten die geïncludeerd zijn met een small lymphocytic lymphoma, dat dat rond de 10% was. En met de monoclonale B-cel lymfocytose, dat dat ook rond de 10% was in deze grote lijn. Als we dan kijken naar prognostische factoren, waar ik het nog niet over gehad heb, en mutatiestatusanalyse en uw FISH genetische afwijking, dan zie je hier ook geen al te grote verschillen. Het enige is dat misschien patiënten op jongere leeftijd meer ongemuteerd zijn. En dat is niet onlogisch, omdat deze patiënten snellere progressie gaan hebben en misschien daarom een reden hebben om toch gediagnosticeerd te worden. Maar ook hier is er geen al te groot verschil in klachten, in klinische afwijkingen, in prognostische factoren tussen jongere en oudere patiënten bij diagnose met CLL. En dan komen we uiteindelijk tot de therapie. Jullie hebben deze grafiek zeker al gezien. Die is al zeer oud. Dus 1/3 van de patiënten met CLL heeft nooit therapie nodig. 1/3 zal ooit therapie nodig hebben. En 1/3 heeft therapie nodig snel rond de diagnose. En Veerle Galle in Gent heeft dit recentelijk in het universitair ziekenhuis daar nog eens herbekeken. En die data blijken nog allemaal zeer goed te kloppen vandaag de dag. Diagnose van CLL wil niet zeggen dat we de patiënt onmiddellijk gaan behandelen. We gaan maar de patiënt behandelen als hij voldoet aan bepaalde criteria. En dat is een zo hoge tumorload, dus dat wil zeggen, een patiënt met RAI 3 en 4 of binair C, die gaan we onmiddellijk behandelen, of wanneer er progressie is van de ziekte. Een lymfocytenverdubbelingstijd op 6 maanden, dus als een patiënt de eerste keer 50.000 witte bloedcellen heeft en 4 maanden later 100.000 witte bloedcellen, dan gaat dat vrij snel. Of wanneer hij bloedarmoede, bloedplaatjes tekort ontwikkelt, wanneer hij gigantische klieren heeft, die snel groeien, een gigantische milt, die klachten geeft, of wanneer hij ook een haard van CLL heeft buiten de klieren, buiten de milt, buiten het beenmerg, die symptomatisch is, dan is er een indicatie om behandeling te starten. Lymfocytenverdubbelingstijd was vroeger een hard criterium om te starten met therapie. Nu wachten we soms nog een beetje af als er geen andere klacht is. Dus als het alleen maar lymfocyten zijn die snel stijgen, maar er is nog geen anemie, geen trombopenie, geen klieren, geen grote milt, geen klachten, dan durven we ook nog een beetje af te wachten. Ik heb al gezegd dat patiënten met een CLL ook een auto-immune trombopenie kunnen doen, dus dat de plaatjes afgebroken worden door antistoffen die ontstaan in het lichaam tegen de eigen plaatjes, of antistoffen die ontstaan tegen de eigen rode bloedcellen, waardoor de rode bloedcellen worden afgebroken. Wanneer we dat niet snel onder controle krijgen met cortisone, die eerste lijnsbehandeling is, dan gaan we soms ook behandelen, gaan we de CLL gaan behandelen. En dan B-symptomen, zoals al gezegd, kunnen soms een reden zijn om ook therapie te starten bij een CLL. Maar, en je ziet dat ook vermoeidheid, met zeer sterke vermoeidheid, een reden kan zijn. Maar dat is een zeer moeilijke, want we weten dat vermoeidheid vele redenen kan hebben. En ik heb me ooit laten verleiden om een patiënt met vermoeidheid te behandelen. En de patiënt is nu 10 jaar later nog altijd even moe. Dus daar moeten we toch zeer bedacht op zijn. Het kan verbeterd door therapie, maar vermoeidheid kan zeer veel andere redenen hebben. Goed, wanneer we dan toch therapie moeten starten, moeten we ons laten leiden door verschillende factoren. En ik heb die hier opgelijst. De eerste is fitheid en comorbiditeiten. Hoe ouder we worden, hoe meer comorbiditeiten we hebben, waar we rekening moeten mee houden. En hoe ernstiger dan die comorbiditeiten zijn. En je ziet hier in dat grafiek, onder de 55 hebben we zeer weinig comorbiditeiten of genen. Maar hoe ouder dan we worden, meer dan 75, dan hebben we gemiddeld 4 comorbiditeiten. Maar als het hier gaat over jongere mensen, dan moeten we hier meestal niet zoveel rekening mee houden.
De tweede stap waar we naartoe moeten is, heeft de patiënt een 17p-deletie of een p53-mutatie, dus een genetische afwijking, die gaat voorspellen dat chemo-immunotherapie hier niet al te veel respons gaat hebben. Als de patiënten responderen, dat de duur van respons niet goed gaat zijn en ook dat de overall survival, de overleving op lange termijn, er niet zo schitterend uitziet. En dat hebben we allemaal al geleerd uit de vroegere studies, dus we moeten die patiënten anders gaan aanpakken. 17p-deletie, p53-mutatie, bij diagnose heeft minder dan 10% deze afwijking, maar als we 5 jaar kunnen wachten om te gaan behandelen, dan moeten we deze test opnieuw doen, want dat is evolutie in afwijkingen en we moeten dat opnieuw testen. En momenteel vandaag de dag nemen we aan dat deze afwijking bij elke nieuwe therapie start moet getest worden en die is ook terugbetaald in België voor deze groep. De derde factor die we in rekening moeten houden is de mutatiestatusanalyse van de immunoglobuline genen. En ook rond de jaren 2000 heeft men aangetoond dat patiënten die gemuteerde immunoglobuline genen hadden, de brave CLL-patiënten waren, die lang een tijd nodig hadden om therapie nodig te hebben, meer dan 10 jaar gemiddeld, en die een zeer, zeer goede overleving hadden, gemiddeld meer dan 20 jaar. Maar als je ongemuteerde immunoglobuline genen had, dan moest je snel therapie hebben. Ik denk dat dat gemiddeld een 3-tal jaar was. En dan was je overall survival maar rond de 10 jaar. Dus dat was een belangrijke merker die prognose kon voorspellen. Dit is een afwijking die stabiel is in die tijd. Wanneer we ze 1 keer meten, dan is dat genoeg. Dat verandert niet. Vandaag de dag is die terugbetaald in België bij een patiënt die nood heeft aan therapie, geen 17p-deletie heeft, geen p53-mutatie heeft en waar we chemo-immunotherapie nog gaan overwegen. Dus als je een jonge patiënt bent, je hebt nood aan therapie, je hebt geen 17p-deletie en je wilt nog een korte therapie, zoals fludarabine cyclofosfamide rituximab, afgekort FCR, dan kunnen we dat nakijken. En de vierde stap is natuurlijk, is het medicijn dat we willen geven beschikbaar en is het terugbetaald? Goed, en dat is ons algoritme voor een patiënt die nood heeft aan therapie. En een 17p-deletie, p53-mutatie heeft, dat zie je in de groene kader. Wel, daar gaan we momenteel ibrutinib in eerste lijn geven. Venetoclax is niet meer langer terugbetaald in deze indicatie en we wachten op terugbetaling voor obinutuzumab venetoclax gedurende 12 maanden. En je ziet hier al direct staan, bij een jonge patiënt moeten we misschien toch nog altijd allogene beenmergtransplantatie overwegen. Hoe zijn we nu gekomen tot ibrutinib? Wel, in de linker grafiek zie je met een lange follow-up van ibrutinib in eerste lijn dat de overall survival op 8 jaar schitterend is. 80% van de mensen zijn nog altijd in leven. En ook de progressievrije overleving zie je op 8 jaar zijn nog altijd meer dan 50% progressievrij, onder weliswaar continue behandeling met ibrutinib. En als je dan aan de rechterkant kijkt, dan zijn dat de historische data van chemo-immunotherapie. FC of FCR maakt feitelijk niet zoveel verschil uit bij deze zeer slechte prognostische groep. Je ziet in de midden de progressievrije overleving, 1 jaar, 1,5 jaar, en de overall survival, 3,5 jaar tot 4,5 jaar. En dan zie je hier de progressievrije overlevingscurves voor venetoclax obinutuzumab, die je hopelijk aankomt. De tweede lijn van boven toont u de progressievrije overleving voor patiënten met een 17p, p53-mutatie. En je ziet dat wat we ook doen voor een patiënt met een 17p-deletie en p53-mutatie, de outcome is altijd minder dan voor de patiënten zonder deze afwijking, maar duidelijk beter dan hier voor de controlegroep met obinutuzumab en chlorambucil.
Dan gaan we naar CLL-behandeling voor de patiënten die geen 17p-deletie hebben, geen P53-mutatie. En als je daar een fitte patiënt voor hebt, dan is chemo-immunotherapie, FCRBR, obinutuzumab, chlorambucil nog altijd een goede optie. Maar we wachten ook op de terugbetaling voor ibrutinib, die een goed alternatief is. Voor de patiënten die unfit zijn voor chemo-immunotherapie, dan is ibrutinib al zeer lang terugbetaald. En we wachten ook op terugbetaling voor ibrutinib voor patiënten die wel fit zijn, maar ongemuteerd zijn. En wat is de rationale daarachter? Dat zie je hier, dus voor patiënten die een laag risico hebben van CLL, dus dat wil zeggen gemuteerde immunoglobulinestatus en geen 11q-deletie, geen 17p-deletie, dan zie je in de bovenste curve dat deze overleving hetzelfde is als patiënten die dezelfde leeftijd hebben, hetzelfde geslacht en geen CLL hebben. Dus FCR, 6 maanden therapie, kan bij deze gunstige groep misschien wel een overall survival hebben die gelijk is aan patiënten zonder CLL en ze misschien wel genezen van een CLL. Maar spijtig genoeg is deze gunstige groep zeer klein. Als we dan kijken voor ibrutinib in vergelijking met FCR bij patiënten jonger dan 70 jaar, dan zie je dat de outcome zeer gelijkmatig is. En daarom vragen we aan ons RECIF INAMI in België dat ibrutinib een alternatief kan zijn voor chemo-immunotherapie. Maar willen we ook chemo-immunotherapie nog niet weggooien? Want dat is een korte therapie met een zeer lange responsduur, een lange tijd vooraleer de patiënt terugtherapie nodig heeft en misschien wel daardoor jaren gespaard dat hij niet continu op therapie hoeft te staan. Kijken we echter naar de ongemuteerde jonge patiëntengroep, dan zie je dat het verschil hier wel groot is en dat er hier wel een grote meerwaarde is voor ibrutinib in vergelijking met FCR-chemotherapie. En daarom vragen we ook aan onze autoriteiten om ibrutinib hier terug te betalen voor deze jonge patiëntengroep met ongemuteerde immunoglobulinegenen, omdat dat hier ook de overall survival reeds kan verbeteren. En die curve is hier niet op geprojecteerd, maar het is wel zo. Natuurlijk, patiënten met CLL gaan we meestal niet genezen. Ze kunnen langdurig therapievrij zijn, maar vroeg of laat gaan ze toch behandeld moeten worden. En daar maakt het momenteel niet meer uit of je jong of oud bent, wat de opties zijn. Hier is het ofwel ibrutinib, ofwel is het venetoclax 24 maanden met 6 maanden rituximab. En dat berust op zowel de Helios trial, die bendamustine rituximab met al dan niet met ibrutinib vergeleken heeft. En hier zie je voor de ibrutinib-armen een grote meerwaarde voor progressievrije overleving en ook voor overall survival. Hetzelfde geldt voor de Murano trial, waar patiënten voor 24 maanden venetoclax kregen en 6 keer rituximab. Ook hier zie je een duidelijke verlenging van progressievrije overleving en ook een duidelijke verbetering van de overall survival. Dus het is zeer belangrijk dat we de juiste therapie geven bij recidief. Dat we niet zeggen, we gaan eerst nog een beetje chemo-immunotherapie geven en dan toch met het goede beginnen. Nee, het beste behandeling is in tweede lijn ook van belang. En dan, allogene transplantatie, daar spreken we niet meer veel over bij oudere patiënten. Maar bij jonge patiënten heeft dat wel nog een plaats. Als we echt kijken naar oude data, dan zie je dat als we kijken naar 5 jaar overall survival, 50% van mensen nog in leven zijn. En dat komt omdat er veel mensen toch bijwerking doen en daardoor doodgaan door transplantgerelateerde mortaliteit. En er is ook nog altijd een kans dat de patiënten hervallen en die ligt rond de 30%. Een recente reeks van EBMT, dus de European Bone Marrow Transplant Groep, heeft aangetoond dat die data ook vandaag nog altijd waar zijn. 5 jaar overall survival, 45%. Kans om te hervallen nog altijd rond de 30%. Dus vandaag zijn de redenen om toch naar transplant te gaan. Als je faalt op een novel agent, ofwel een ibrutinib-achtig medicijn, ofwel venetoclax, als je dan faalt, dan ga je naar het andere.
Dus na ibrutinib komt venetoclax, na venetoclax komt ibrutinib. En als je dan in een goede respons bent bij het tweede, dan moet er gekeken worden of dat je een hoog risico hebt om bijwerkingen te doen bij een transplantatie, ja dan nee. En als je natuurlijk een goede donor hebt. Dus ik denk dat er momenteel nog altijd een grote waarde is bij jonge patiënten met een goede donor, die slechte prognostische factoren hebben, die fit zijn, die geen comorbiditeiten hebben, om toch nog alle te gaan. Maar weet dat de overall survival na 5 jaar nog altijd maar 50% is. Maar we doen dat meestal maar bij mensen waar we geen andere mogelijkheden hebben en nooit 5 jaar halen. En dan natuurlijk het laatste, CAR-T-cells. Ondanks dat de eerste patiënt die CAR-T-cells gehad heeft met CLL nog altijd in leven is, is de outcome daarna echt niet goed geweest. En men is nog altijd op zoek naar betere strategieën om die CAR-T-cells bij CLL-patiënten toch te laten werken. En een van die mogelijkheden is om nu ibrutinib te geven voordat de T-cells bij de patiënt geaffereerd worden, om deze in functie te verbeteren en dan ze terug op te kweken en dan terug te geven aan de patiënt. Maar ik zeg het, momenteel is dat nog altijd maar in studieverband bezig en we hopen dat we dit ook snel in de kliniek kunnen gebruiken. En dan om te stoppen en om te eindigen. Ik denk dat ik jullie getoond heb dat we momenteel vele opties hebben om een patiënt optimaal te behandelen. En dat kan nog altijd chemo-immunotherapie zijn. Dat kan continu behandeling zijn met een BTK-inhibitor, ibrutinib of acalabrutinib in de toekomst. Of een fixed duration, zijn de venetoclax voor 12 maanden of 24 maanden. En als we daarin kiezen, dan moeten we rekening houden met de leeftijd, de comorbiditeiten, de genetische afwijkingen, de co-medicatie die voor druk-druk interacties kunnen aanleiding geven, de inschatting of een patiënt therapietrouw gaat zijn, de voorkeuren van patiënt en arts en dan natuurlijk het meest belangrijke, kunnen we hier aangeraken, kunnen we de patiënt hier terugbetaald mee behandelen. En daarmee wil ik eindigen. Ik heb spijtig nog geen tijd gehad om naar de chat te kijken, maar ik ben zeker dat Jan deze zal selecteren. Ja, daarvoor ben ik hier. Heel hartelijk bedankt voor een overzicht. Wordt sterk geapprecieerd, ook het overzicht van de verschillende behandelingen. En meteen, met je voorlaatste slide, hebt u ook uw eerste vraag al beantwoord. Het was namelijk de vraag, hoe zit het met CAR-T? En daar heb je, denk ik, aangegeven dat op dit moment dat we er nog niet zijn, dat er nog verder studies moeten rondgebeuren rond CAR-T. Ja, dat klopt. Ik denk dat we als grote centra moeten proberen te zorgen dat we studies binnenhalen, dat we onze patiënten daar kunnen aanbieden, maar we kunnen het nog zeker niet in de dagelijkse praktijk gebruiken. En dat zal denk ik nog niet voor de eerste jaren zijn. Ja, dat is pas een duidelijk antwoord. Een vraag die binnenkwam, en het sluit aan bij een vraag die vooraf al werd gegeven. Het is eigenlijk een heel simpele en korte vraag hoor. Kan men helemaal genezen? Voor die kleine, goede prognostische groep, denk ik wel, als je jong dan nog bent en behandeld kunt worden met chemo-immunotherapie zoals fludarabine, cyclofosfamide, rituximab, als je gemuteerde immunoglobuline genen hebt, geen 11Q-deletie, geen 17P-deletie, geen P53-mutatie, dan denk ik heb je misschien 60% kans dat we u kunnen genezen. Ja. Het is een kleine groep. Het sluit aan bij een andere vraag. Iemand vraagt bond, frank en vrij. Als je bevestiging krijgt van een CLL, wat zijn eigenlijk overal de overlevingskansen? Ik heb geen recente data. Als ik de analyse gemaakt heb, als ik in Gent was, dan was dat rond de 15 jaar. Maar dat is lang geleden. Dat is zonder dat de ibrutinib was, dat was voor de venetoclax. Dus ik denk dat dat nu zeer gemakkelijk opgeschoven is voor alle patiënten samen weliswaar naar rond de 20 jaar. Ja, oké. Okay. Dat is pas een duidelijk antwoord en daar houden we van. Iemand anders zegt van ja, oké. Okay. Maar wat met de chemo? En zij zegt, of zij, mijn nagels groeien bijna niet meer, tintelingen in de benen, vochthoping in mijn billen. Jullie hebben, je laatste slide is een geïndividualiseerde gezondheidszorg. Jullie houden daar rekening mee. Wat doe je? Zijn daar oplossingen voor dergelijke klachten?
Dat zijn afwijkingen die ik niet veel zie met FCR, met BR, met obinutuzumab chlorambucil. Dat zijn wel bijwerkingen die we zien met CHOP-chemotherapie. Je spreekt over chemotherapie. Ja, ja, maar niet met de chemotherapie die we gebruiken bij CLL, normaal gezien. Dus we proberen elke keer, als we de patiënt zien, toch na te vragen naar bijwerkingen. Maar als we geen andere keuze hebben, dan moeten we die bijwerking daar spijtig genoeg bijnemen. En nagelafwijkingen, dat betert meestal. Haarverlies, meestal groeit dat terug. Maar er zijn altijd patiënten die uitzonderingen zijn, die toch veel langduriger met die kwalen moeten kampen. Dus we proberen daar rekening mee te houden in zoveel mogelijk gevallen. Maar sommige patiënten hebben bijwerkingen die we niet kunnen voorzien. En dan is dat spijtig genoeg dat de patiënt daar langduriger mee te kampen heeft. Ja, er komt net een vraagje binnen van Bart. Ik versta de vraag niet, maar u ongetwijfeld wel. Ik lees letterlijk even voor. Hendricks, bij P17, is dat nog terugbetaald? Wat zijn de evoluties in medicatie? Evoluties in medicatie hebt u natuurlijk wel besproken, maar Hendricks, bij P17, is dat nog terugbetaald? Bart, ik denk dat Hendricks, ik weet niet wat dat wil zeggen. Kunt je dat verduidelijken, alsjeblieft? Dus Bart, als je nog aan de lijn bent, als je iets kunt zeggen wat die Hendricks precies is. Ondertussen gaan we naar een andere vraag. Het blijft mij heel duidelijk bij. Het cirkeltje in de driehoeken met de drie verschillende plaatjes. Iemand zegt, ik zit in de wacht en wait groep, dus ik word opgevolgd. Maar haar vraag is eigenlijk van, wanneer ga je over van de ene naar de andere groep en iemand anders sluit daarbij aan? Zijn daar verschillen tussen de klinieken? Zijn klinieken die daar andere, ja, laat zeggen, normen bij gebruiken dan andere klinieken? Met andere woorden, wanneer ga je van de wachtende houding over tot hier gaan we therapie geven? Ja, ik denk dat ik die in de tabel duidelijk getoond heb. Wanneer gaan we behandelen? Bij een hoge tumorlood of bij een progressieve ziekte? En ik heb jullie ook gezegd, lymfocytenverdubbelingstijd... van 30 naar 60, dan voldoe je aan de criteria om behandeld te worden. Maar als er geen andere criteria zijn, dan wordt er momenteel in de nieuwe guidelines aangeraden om nog wat te wachten. En ja, daar zijn verschillen tussen artsen. Elke arts is verschillend, elke patiënt is verschillend. Er zijn patiënten die aandringen om toch behandeling te starten, ondanks dat ze nog niet voldoen aan de criteria. Er zijn artsen die schrik hebben dat we te laat gaan behandelen en die misschien toch al, van als het minste criterium bereikt is, behandeling willen starten. Dus ja, spijtig genoeg zijn we mensen en zijn we verschillend. Ja, oké. Okay. Een heel andere vraag. Als je CLL hebt en TITP, is uw kans dan ook groter op bijvoorbeeld darmkanker? Is het, hoe zit de link met verhoogde sensibiliteit voor andere types kankers? Ja, ik heb een stuk gemist van de vraag, maar patiënten met CLL zijn ook vatbaarder voor andere maligniteiten en we denken dat dat maal 2 is. Dus dat wil zorgen dat we in de follow-up van onze patiënten in wait and see of na behandeling ook zeer aandachtig moeten zijn voor de huid. Als er een klacht is van ja, mijn stoelgangspatroon is veranderd, dan moet die patiënten zeer snel sturen voor een coloscopie. Als de patiënt zegt, ik heb wat bloed in mijn urine, dan moet zeker zijn dat er geen nier- of blaastumor is. Of een patiënt die zegt, ik heb de ene infectie naar de andere, dan moet zeker zijn dat er geen longtumor is. Dus onze drempel om naar onderzoeken te gaan, moet misschien iets lager zijn bij CLL-patiënten. Maar dat geldt feitelijk voor alle indolente lymfomen, niet alleen voor CLL. Ja, een jonge mama stelt zich de vraag, hebben mijn kinderen meer kans om CLL te krijgen? Ja. Ja, maar die kans is klein. Er is een kans maal 7 bij eerste lijns verwanten. Maar als je kijkt naar de incidentie van CLL, dan is dat 4 op 100.000. Maal 7 is nog altijd maar 28 op 100.000, dus die kans is nog altijd zeer laag. Als je kijkt als een mama borstkanker heeft, dan is de kans maal 2 maar dat haar dochter borstkanker gaat hebben, maar door het feit
dat je 1 op 10 kans hebt als vrouw om borstkanker te krijgen, is dat bij de dochter 1 op 5. Dus ik wil zeggen, ja, er is een kans dat de kinderen CLL gaan ontwikkelen, maar die kans is nog altijd laag. Ja, professor, u zit voor uw computer ook. Bart heeft ondertussen geantwoord, helemaal onderaan. Ik lees even voor, ik was er even uitgegooid. Geen probleem, Bart. Wat met P100? En voilà. Professor, u begrijpt het. Verduidelijkt u even. Dus vroeger mochten we bij een patiënt in eerste lijn met een 17PP53-mutatie, als we zagden dat hij niet in aanmerking kwam voor ibrutinib, venetoclax geven in monotherapie, zolang dat het werkte of het bijwerkingen waren. Momenteel mogen we dat niet meer. Moeten we direct gaan naar een tweede lijnsbehandeling met venetoclax voor 24 maanden. Dus in de praktijk gaan er weinig mensen zijn waar dan we venetoclax monotherapie gaan aan ontzeggen. De kans dat iemand intolerant is voor ibrutinib is ook zeer, 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 zeer klein op jongere leeftijd. En ik zeg het, ja, dan starten we denk ik met ibrutinib en na 2 weken zeggen we de patiënt is intolerant en gaan we naar venetoclax voor 2 jaar. Dus daarmee is het probleem ook opgelost. Ja, en voor een laatste vraagje, want ik hou de klok in het oog en we zijn een klein beetje over tijd aan het gaan, maar dat neemt niet weg dat er toch een goede vraag binnenkwam, denk ik. Iemand weet goed hoe het in Nederland zit op vlak van vaccinatie. Daar wordt gesteld, in Nederland wordt het Pfizer-vaccin aangeraden, omdat dat een RNA-vaccin is en men zou Pfizer boven AstraZeneca prefereren. Is daar iets van aan? Hebben wij als risicopatiënten meer baat bij een Pfizer-vaccin dan een AstraZeneca-vaccin? Ik weet dat het een moeilijke, delicate en jonge discussie is, maar hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk elke dag verandert de informatie. Hematon, denk ik, heeft vorige week zijn webinar gehouden. Ik denk dat we momenteel moeten zeggen dat we bij CLL-patiënten, bij alle immuungecompromitteerde patiënten, geen enkele data hebben. Niet van Pfizer, niet van Moderna, niet van AstraZeneca, niet van Janssen. Dat is 1. En wat we geloven is dat elk vaccin, als het werkt op jonge leeftijd, dat het ook zal werken op oudere leeftijd. Elk vaccin zal bij Jan, als hij geen pathologie heeft, iets minder werken bij een CLL-patiënt dan bij Jan of bij mij waarschijnlijk. Maar het zal werken. Dus wij in Leuven raden elk vaccin aan van als het beschikbaar wordt bij ons patiënten. En sinds gisteren of eergisteren weten we nu ook dat AstraZeneca bij oudere patiënten goed werkt. Dus het maakt denk ik allemaal niet veel uit. Maar in België zijn er ook grote verschillen tussen elk ziekenhuis en elke arts. Dus als je het niet weet, vraag raad aan je eigen arts wat dat hij aanraadt. Maar momenteel, denk ik, is er geen enkele rationale om geen AstraZeneca te geven, geen Janssen-vaccin of Moderna of Pfizer te verkiezen. Ja, met andere woorden, vanuit Leuven zegt u doen vooral. Ja. En wat het ook is, doen. Ja, zeker en vast. Ja, als dat geen mooie afsluiter is. We gaan een heel korte pauze nemen. En een heel korte is 2-3 minuutjes. Maar ondertussen brengen wij een filmpje van met een aantal getuigenissen van patiënten die zelf ook CLL hebben. Professor, heel, heel hartelijk bedankt. Wij gaan een filmpje starten. Mijn koffie is zo goed als op, dus ik loop naar beneden. Ik ga verse koffie halen. En over 2 minuten en een half zien we elkaar terug na de getuigenissen van deze patiënten die er aankomen. Tot zo dadelijk. Mijn naam is Evi en ik heb sinds 2 jaar de diagnose CLL. Toen ik voor het eerst hoorde dat ik die ziekte had, was het eigenlijk voor mij een groot vraagteken. Want ik had nog nooit over CLL gehoord en ik wist ook niet wat het precies inhield. Na een eerste consult bij de hematoloog werd het al snel duidelijk dat het over chronische leukemie ging. Dit had natuurlijk een ferme impact op mezelf, als ook op mijn gezin en mijn familie. Momenteel zit ik in een watch-and-wait-fase. Het eerste jaar had ik zo goed als geen klachten, enkel vermoeidheid. De laatste maanden ondervind ik toch steeds meer nieuwe symptomen en ik ben ook steeds vaker ziek en langduriger ziek. Bij iedere bloedafname stijgen mijn waarden
traag maar progressief. Ik weet dus dat ik binnen de komende jaren opstart van therapie ga nodig hebben. Via LVV kom ik eigenlijk in contact met medelotgenoten en het kan soms wel een steun zijn om hun verhaal eens aan te horen en hoe zij het aanpakken in het dagelijkse leven. Ze geven ook heel veel informatie, wat ook altijd natuurlijk interessant is. Via deze video wil ik eigenlijk medelotgenoten een hart onder de riem steken dat ze zeker niet alleen staan in deze strijd. En dat het altijd een keer deugd kan doen om met iemand die hetzelfde ondergaat eens een babbel of een gesprekje aan te gaan. Voilà, hier zijn we terug met verse koffie. En daar is ook professor Dirks, die ik net eventjes zag binnenkomen. Voilà, daar bent u. Professor, heel hartelijk welkom. Voilà, daarnet hadden we het professor Janssens, CLL. Heel wat positieve reacties daarop. En laat ons nu een stapje verder gaan. We hebben het komende uur hebben we professor Dirks en straks hebben we Lies Schout, die het zal hebben over hoe vertel je aan je kinderen, kleinkinderen, dat je een diagnose hebt, dat je geen goede diagnose hebt. Hoe praat je daarover? Zij gaat ons zo dadelijk een aantal tips geven van hoe je het gesprek aangaat. Maar ondertussen zien we professor Dirks al klaar. Laat me nog even zeggen ook, professor, en dan geef ik het woord aan u. We hebben twee vragen gekregen al van mensen die verpleegkundigen zijn of onco-nurse zijn. En ze vragen of ze een attest kunnen krijgen dat ze dit webinar hebben gevolgd. Elke Stinische, de voorzitter en Stefanie zullen daarop antwoorden. Ik vermoed dat dat wel in orde komt, maar tegen het uiteinde van dit webinar zullen we je bevestigen waar en hoe je zo'n attest kan aanvragen. Ondertussen zijn wij een en al oor voor terug iemand uit Leuven. We gaan naar de collega van professor Janssens, des professor Daan Dirks, iemand die ook hematoloog is en ook een warm hart wordt toedraagt aan patiëntenverenigingen. Professor, ik geef u het woord en meteen zal ik ook al jouw slides starten. Professor, we zijn een en al oor. Het is aan u. Dank u wel, Jan. Eerst en vooral dank aan het LVV en in het bijzonder aan Elke voor de uitnodiging. Dus ik denk dat sommige mensen onder jullie zullen mij wel al kennen. Voor anderen ben ik misschien nieuw, dus mijn naam is inderdaad Daan Dirks en ik ben hematoloog in Leuven. Elke had mij gevraagd om over een aantal heel zeldzame tumoren te spreken. Ik ga eerst een heel kort overzicht geven. Als we kijken naar lymfomen, dan zien we dat ongeveer 10% zijn Hodgkin-lymfomen, de andere 90% zijn non-Hodgkin-lymfomen. En binnen de non-Hodgkin-lymfomen maken wij meestal nog onderscheid tussen de B-cel non-Hodgkin-lymfomen, waaronder bijvoorbeeld CLL, dat is 80% van de gevallen, en de T-cel non-Hodgkin-lymfomen. En als je kijkt naar de B-cel-lymfomen bijvoorbeeld, in de onderste slide, dan zie je dat de grote vier zijn eigenlijk diffuus grootcellig, CLL, folliculair lymfoom en multiple myeloom is een beetje een buitenbeentje. Maar we hebben daarnaast nog, Elke heeft het terecht gezegd in de inleiding, we hebben een tientallen tot zelfs een 100 verschillende lymfomen en die zitten eigenlijk allemaal in dat kleine stukje van die taart. Als we kijken naar wat is zeldzaam, wat is zeer zeldzaam, globaal kunnen we zeggen als we een kanker hebben met een incidentie van meer dan 5 per 100.000 inwoners, dan spreken we van een niet zeldzame kanker. Zeldzaam is minder dan 5, maar meer dan 2 per 100.000. En zeer zeldzaam is minder dan 2 per 100.000. Strikt genomen, afhankelijk van welke registratie aan heeft data getoond van ongeveer 4. Er zijn landen waarbij men 5 of 6 toont, maar strikt genomen kan je CLL en multiple myeloom als
op de grens van zeldzaam en niet zeldzaam liggen. Maar de meeste non-Hodgkin-lymfomen moet je eigenlijk beschouwen als zeer zeldzaam. En dit is, ik weet dat dat een hele moeilijke slide is, maar dat is de huidige Wereldgezondheidsorganisatie-classificatie. En in de eerste tabel zie je al de B-cel-lymfomen, in de tweede de T-cel-lymfomen en dan in de derde zie je nog de Hodgkin-lymfomen en dan nog een aantal buitenbeentjes, waaronder posttransplant-lymfoom. En ik heb samen met Elke vier verschillende lymfomen gekozen. Twee zijn eigenlijk, dat zie je in het kadertje, zijn eigenlijk lymfomen die beschouwd worden als diffuus grootcellige, maar toch een beetje anders zijn. Dan hebben we een T-cel-lymfoom geselecteerd en posttransplant-lymfoom. En het eerste lymfoom dat ik met jullie wil bespreken is het primair mediastinaal B-cel lymfoom. Dat is eigenlijk een subtype van het diffuus grootcellig B-cel lymfoom, maar heel zeldzaam. En je hoort in de naam al mediastinum. Mediastinum is eigenlijk de ruimte tussen uw twee longen. Daar ligt bijvoorbeeld uw hart, daar ligt de thymus of de zwezerik. En daar ontstaat een primair mediastinaal lymfoom. Het is een ziekte die meer voorkomt bij vrouwen. De verhouding tussen man en vrouw is 3-1. Het is typisch voor jonge mensen. 20 tot 40 jaar is de grootste incidentie in die leeftijdspathologie, in die leeftijdscategorie. En dan, de klachten worden eigenlijk vooral bepaald door de lokalisatie van dat lymfoom. Dus het ligt in het mediastinum, dus in de holte tussen de longen. En de meeste patiënten presenteren zich met klachten van hoest en kortademigheid. Het kan vaak lange tijd duren voor men die klachten heeft, omdat er is wel wat ruimte, zoals je op de scanner ziet. Dat is een grote massa daar. Maar dat kan een tijdje groeien voordat je eigenlijk klachten hebt. En soms hebben die mensen al een paar weken tot maanden toch last van een prikkelhoest of van wat meer kortademigheid. En heel uitzonderlijk zien we ook vena cava superior syndromen. Dat is eigenlijk, als je op de onderste tekening kijkt, dus dat witte is een tumor. En dan zie je daar dat blauwe, dat is eigenlijk uw bloedvat, dat bloed van uw bovenste lichaam naar het hart pompt of stuurt. En als die tumor drukt op dat bloedvat, dan gaat eigenlijk uw bloed van uw bovenste lichaamshelft niet goed afgevoerd worden. En die mensen presenteren zich vaak met een wat rood hoofd, rode schouders ook, wat gezwollen hoofd. Dus heel vaak zegt de omgeving, kijk, ik heb toch de indruk dat zijn hoofd of haar hoofd een beetje dikker geworden is. Als we kijken naar de prognose, dan is dat een lymfoom dat op zich een betere prognose heeft dan de diffuus grootcellige als groep. Maar we gaan zelfs zien, dat betekent niet dat er eigenlijk geen nood is aan nieuwere therapieën. Een interessante bevinding, en dat is waarom dat ik het hier ook wil bespreken, is als we kijken naar wat is eigenlijk het ontstaansmechanisme van een primair mediastinaal B-cel lymfoom. Ik heb al gezegd, het is eigenlijk een soort non-Hodgkin lymfoom, maar heel wat kenmerken zijn eigenlijk gemeen met Hodgkin-lymfomen. En vandaar, we beschandelen het in eerste plaats als een non-Hodgkin-lymfoom, dus met rituximab, dat jullie waarschijnlijk allemaal wel kennen, samen met chemotherapie. Maar we hebben ook wat nieuwere behandelingen die we eigenlijk halen uit de behandeling van Hodgkin-lymfomen. Dus het is eigenlijk een voorbeeld van hoe dat we, als we de pathogenese, het ontstaan van een tumor, beter begrijpen, dat we misschien kunnen kijken van waar kunnen we nieuwere therapieën een beetje stelen van andere lymfomen om dat in die zeldzame lymfomen te gaan toepassen. En dit is, het is vooral de eerste kader die nu belangrijk is. Dit is de behandeling tegenwoordig. Dus de behandeling is eigenlijk een beetje hetzelfde als een diffuus grootcellig. Je behandelt met rituximab samen met CHOP of een CHOP-achtig schema. En dan wordt er een PET-scan op het einde gedaan. Als de PET negatief is, dus niks meer te zien is, dan stopt de behandeling. Is de PET toch nog wat tekening in het mediastinum, dan gaat er ook nog een aanvullende radiotherapie volgen. Hiermee kan je 80-90% van de patiënten genezen. Het grote probleem zijn natuurlijk de 10-20% onderaan die hervallen. En daar, de standaardtherapie is op dit moment dezelfde als bij een diffuus grootcellig lymfoom. Van kijk, we gaan naar hoge dosis chemotherapie, gevolgd door een autologe transplantatie. Maar we hebben nu wat meer inzichten in de ontstaan. En we weten nu dat eigenlijk primair mediastinaal B-cel lymfoom eigenlijk heel goed trekt op Hodgkin lymfoom. Vandaar dat we een aantal nieuwere therapieën hebben. En hier zie je de slide, maar ik ga ze stap voor stap even bekijken. Een aantal nieuwere therapieën die
vaak ook in Hodgkin-lymfoom gebruikt worden, maar die we nu ook misschien kunnen gebruiken. Het eerste is brentuximab. Brentuximab kennen sommige mensen misschien. Dat is Adcetris, dat is een antistof tegen CD30. En CD30 zit op Hodgkin-cellen, maar ook op heel wat T-cellymfomen. En blijkbaar bij primair mediastinaal B-cellymfoom is er toch 80%, op 80% van de cellen zit CD30. Vandaar dat men gekeken heeft van, is brentuximab, dus dat is eigenlijk een anti-CD30, waar dat een chemotherapie is aangebonden. Dus de anti-CD30 bindt aan de tumorcel en dan wordt de chemotherapie in de cel gebracht. Dus eigenlijk een beetje lokale chemotherapie, zonder dat je de systemische neveneffecten hebt van chemotherapie. Helaas bleek dat toch niet zo effectief te zijn bij primair mediastinaal lymfoom. Een ander mechanisme dat men zegt van, kijk, dat is misschien wel van belang, dat is dat we dan weer kijken naar diffuus grootcellige lymfomen, waar tegenwoordig CAR-T-therapie terugbetaald is. En wat dat men ziet, is eigenlijk dat primair mediastinaal lymfoom, net zoals Hodgkin, de neiging heeft om zich te beschermen tegen het immuunsysteem. En dit is natuurlijk een heel dankbare indicatie voor CAR-T-therapie, want CAR-T-therapie is een immuuntherapie. En wat we gezien hebben bij de patiënten met diffuus grootcellig lymfoom in de studies die behandeld zijn met CAR-T, dan blijkt dat primair mediastinaal B-cel lymfoom eigenlijk een van de sterkste beantwoorders is aan CAR-T-celtherapie. Dus een patiënten met een primair mediastinaal lymfoom lijken eigenlijk extra gevoelig aan CAR-T-therapie. Dus dat is zeker een optie en die is nu ook terugbetaald in na twee lijnen chemotherapie voor patiënten met primair mediastinaal lymfoom. En dan hebben we natuurlijk ook nog de derde, daar hebben jullie misschien ook al van gehoord, de checkpoint-inhibitoren. Dus tegenwoordig zijn die terugbetaald bij Hodgkin-lymfomen. Dus als je een Hodgkin-cel, die kan zich eigenlijk volledig afsluiten van het immuunsysteem door bepaalde mechanismen. En daar zijn er eigenlijk medicatie tegen, nivolumab, pembrolizumab zijn voorbeelden, die het immuunsysteem gaan aanzetten. En je gaat het immuunsysteem activeren en die gaan de Hodgkin-cel aanvallen. En dit is een beetje hetzelfde bij primair mediastinaal lymfoom. Primair mediastinaal lymfoom heeft eigenlijk diezelfde mechanismen om te ontsnappen aan het immuunsysteem. Vandaar dat men eigenlijk ook gekeken heeft van, kunnen de checkpoint-inhibitoren, die nu al terugbetaald zijn bij Hodgkin-lymfoom, kunnen wij die ook gebruiken voor primair mediastinaal? En er zijn een aantal studies, zowel met pembrolizumab als met nivolumab, zelfs in combinatie met anti-CD30, die tonen dat die prognose toch duidelijk beter is als je die nieuwe producten gaat inbrengen in de therapie. Dus dat was eigenlijk mijn eerste zeldzaam lymfoom. Belangrijkste boodschap daarbij is van, kijk, we gaan kijken van hoe ontstaat zo'n lymfoom. En we zien hier, ondanks het feit dat het een Hodgkin-lymfoom is, lijkt het toch ook mechanismen te hebben die gelijkaardig zijn in Hodgkin-lymfoom. En misschien kunnen we therapieën overbrengen van de ene ziekte naar de andere. En dat is een beetje het hekelpunt bij heel zeldzame lymfomen. We hebben daar niet de mogelijkheid om hele grote studies te doen, zoals je bij borstkanker, bij longkanker, bij prostaatkanker wel hebt. Vandaar dat we eigenlijk proberen een beetje te pikken van andere ziektes om te kijken van, kunnen we die hier ook gebruiken in deze zeldzame lymfomen. Een tweede zeldzame lymfoom is ook een onderdeel eigenlijk van diffuus grootcellig lymfoom. Dat is het plasmablasten lymfoom. En als je kijkt naar de bovenste slide, als je hebt B-cellen, dus dat zie je in het begin. Een B-cel die komt in contact met een antigen, bijvoorbeeld met een virus of zo, en gaat dan eigenlijk geactiveerd worden. En dan zie je zo'n boonvormige structuur, dat is de lymfeklier. Die B-cel gaat daarin, gaat eigenlijk geactiveerd worden en gaat uiteindelijk de lymfeklier weer verlaten als een plasmacel. En de plasmacel zijn dus de cellen die antistoffen aanmaken. Dat is bij gelijk welk virus, bij gelijk welke infectie, zo. Je gaat plasmacellen aanmaken die dan nadien antistoffen aanmaken tegen dat virus. En in de blauwe cirkel zie je hier een cel. Dat is de plasmablast. Dus de plasmablast is eigenlijk een late B-cel en een vroege voorloper van de plasmacel. En helaas heeft die plasmablast een aantal specifieke eigenschappen. En de eerste vervelende is dat een CD
dat een plasmablastcel eigenlijk CD20 verliest. Dus CD20 is de ideale target voor rituximab, dat kennen de meesten onder jullie, denk ik wel. Maar de meeste plasmablasten, en ook de plasmablastenlymfomen dan, hebben geen CD20 meer. Dus vandaar, mensen met plasmablastenlymfomen kan je eigenlijk al niet behandelen met rituximab, omdat er geen CD20 op zit. Wat er wel op zit, zijn eigenlijk merkers, CD138, CD38, van plasmacellen. Dus ze beginnen eigenlijk al een beetje op een plasmacel te gelijken, zonder dat ze eigenlijk al antistoffen kunnen aanmaken. Dus ze zitten daar eigenlijk een beetje tussen B-cellen en tussen plasmacellen. En plasmablastenlymfoom kennen we eigenlijk vooral bij patiënten met HIV, met AIDS. Daar werd het eerst vooral beschreven, maar dacht, het komt enkel daarbij voor. Maar geleidelijk zag je ook, dat is dan de derde cirkel, zag je het ook bij transplantpatiënten optreden, dus mensen die een mindere weerstand hebben. En de middelste cirkel, ook bij patiënten die eigenlijk een normale weerstand hebben. Dus je kan eigenlijk drie verschillende soorten onderscheiden in het kader van een HIV-infectie, in het kader van een transplantatie en bij normale mensen met een normale weerstand. En als je kijkt naar de kader dan, dat is de organen het meest aangetast zijn en dan zie je dat mond en maagdarm zijn eigenlijk het meest aangetast bij dit soort lymfoom. Dus ook zeker niet typisch, zoals bij andere lymfoom, waarbij dat klieren vaak aangetast zijn, gaat het hier meer om mond- en maagdarmsysteem. En dit is een recente studie, of eigenlijk geen studie, maar waarbij wat nagekeken had in Frankrijk en een aantal Belgische centra hebben daar ook aan meegedaan, die eigenlijk toont dat de prognose van patiënten met plasmablastenlymfoom vergeleken met diffuus rotzellig lymfomen eigenlijk toch stukken slechter is. En vandaar is men beginnen kijken van ja, met klassieke shockchemotherapie halen we toch niet de resultaten die we willen, kunnen we dat verbeteren? En is men dus gaan kijken naar therapieën die nu gegeven worden voor ziektes, multiple myeloom bijvoorbeeld, van plasmacellen. En dit is een studie, dit is niet echt een studie, maar men heeft gewoon eens alle gevallen verzameld van patiënten die chemotherapie samen met bortezomib of Velcade, dat is een nieuw product, het is ook niet meer zo nieuw, het is al een tiental jaar, maar het is een product dat echt heel sterk is tegen multiple myeloom, dus tegen plasmacellen. En dan zag men dat toch de prognose voor die patiënten toch verbeterde. En in de tabel rechts zie je eigenlijk een recent overzicht van waarbij dat we in de literatuur is gaan kijken naar alle mogelijke regimes die gegeven zijn voor plasmablastenlymfomen. En dan zie je in dat kadertje hier dat patiënten die bortezomib krijgen, uiteindelijk de responsen zijn niet zoveel verschillend van met chemotherapie. Maar als je dan kijkt in het onderste zinnetje, relapse rate, dan zie je dat de kans dat ze hervallen als ze responderen toch duidelijk minder is als je Velcade geeft. Dus er is duidelijk een meerwaarde als je die bortezomib of Velcade, dat is hetzelfde, als je die toevoegt aan je chemotherapie. Dus men is nu aan het kijken of dat er nog andere therapieën in multiple myeloom zijn die je kan geven, of dat die ook een meerwaarde hebben voor patiënten met plasmablastenlymfoom. Dus dat was een vraag van een van de vragen die we op voorhand kregen. Zijn wij ook bezig met die nieuwe therapieën, onder andere Velcade? Ja, inderdaad. En een bijkomende vraag was, gaan wij ook met andere centra contact nemen? Dat doen we zeker, want dus deze studie die je hier van onder ziet, Castillo et al, is eigenlijk een beetje een studie vanuit Amerika, waarbij dat ze alle patiënten verzamelden, maar waarbij dat wij ook meegedaan hebben en onze patiënten data hebben doorgegeven. Een derde lymfoom is het anaplastisch T-cellymfoom. Dus nu gaan we in de T-cellymfomen. We hebben in totaal een dertigtal types van T-cellymfomen. En één daarvan is anaplastisch T-cellymfoom. En als je kijkt, T-cellymfomen worden eigenlijk een beetje ingedeeld volgens waar dat ze vooral voorkomen. Dus je hebt de nodalen, dat betekent de lymfeklieren die vooral aangetast zijn. Extranodalen, dat zijn vooral de organen. Dan heb je de huid-T-cellymfomen en de leukemische die dus die beenmerg- en bloedaantasting hebben. En je hebt dus twee nodalen, de systemische anaplastische lymfomen noemt dat. En dan is er nog een speciaal borstimplantaat ALCL. Dat is een typisch anaplastisch T-cellymfoom dat kan optreden na borstimplantatie. Maar daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het hebben over de twee vormen van
nodale of systemische anaplastische lymfomen, namelijk de ALK-positieve en de ALK-negatieve. En de ALK-positieve, wat is ALK? ALK staat voor anaplastisch lymfoomkinase. Dat is eigenlijk een soort enzyme dat in de wand van T-cellen zit en dat eigenlijk kan geactiveerd worden door bepaalde afwijkingen, door bepaalde genetische afwijkingen. En eens dat ALK continu geactiveerd wordt, dan gaat die cel eigenlijk kwaadaardige eigenschappen tonen. En die tweede kader, of de kader die je ziet, is eigenlijk om aan te tonen, er zijn heel veel afwijkingen in ALK, niet alleen in T-cellymfomen, maar ook bijvoorbeeld in longkanker, in bepaalde hersenkankers, heb je heel wat ALK-afwijkingen. En dit zijn dan de T-cellymfomen. Als je kijkt, dus hier zie je weer het taartdiagram. Het oranje deeltje dat ik gemarkeerd heb, dat zijn eigenlijk de anaplastische lymfomen. Dus je ziet ongeveer 10% van de T-cellymfomen zijn anaplastische lymfomen. Maar, en dan kijk ik naar de eerste curve, de gele lijn, dat zijn de ALK-positieve, en de blauwe lijn, dat zijn de ALK-negatieve, hebben eigenlijk de beste prognose ten opzichte van de meeste andere T-cellymfomen. En dit is een slide niet over anaplastisch, maar over T-cellymfoom. Opnieuw, er zijn een aantal, helaas in België nog niet, maar er zijn een aantal producten, nieuwe producten, die terugbetaald zijn in bepaalde landen. En als je kijkt naar studies die producten tonen, de bovenste lijnen altijd, dat is met de nieuwe medicatie, dan zie je dat de prognose toch verbetert als je de nieuwe medicatie gaat toevoegen. En eentje hebben we al eens besproken, dat is brentuximab, vedotin, dus de anti-CD30. Anaplastisch lymfoom heeft het voordeel van dat eigenlijk bijna alle cellen CD30 positief zijn. Dus daar kunnen we opnieuw die brentuximab gaan geven. En vorig jaar zijn de resultaten, of 2 jaar geleden ondertussen, zijn de resultaten verschenen van de studie die toont, dat is hier die curve die je hier ziet, dat patiënten met anaplastisch T-cellymfoom die je behandelt met CHOP-chemotherapie, dus of een andere chemotherapie, de rode lijn, ten opzichte van chemotherapie plus brentuximab, de blauwe lijn, dan zie je dat de uitkomst van patiënten behandeld met brentuximab chemotherapie duidelijk beter is. En we zijn aan het wachten op de terugbetaling, maar ik hoop dat die er snel komt van brentuximab voor patiënten met anaplastisch T-cellymfoom. Heel een klein kort woordje nog over ALK-positieve anaplastisch lymfoom, want dat is eigenlijk een typische ziekte van jonge mensen. En dit is een studie bijvoorbeeld recent van patiënten tussen 0 en 22 jaar, waarbij dat aangetoond is. En dat is gewoon om te tonen van, we moeten ook heel veel leren van onze pediatrische collega's. Die toont dat, want nu is de tweede lijn voor anaplastisch lymfoom eigenlijk hetzelfde als voor de meeste agressieve lymfomen. Dat is autologe transplantatie. Maar bij de kindjes ziet je de rode lijnen dat allogene transplantatie eigenlijk veel beter is voor deze groep van ziektes dan autologe transplantatie. En hier kom ik even weer tot de jonge mensen. Elke, je zei daarnet dat jonge mensen met Facebook en zo bezig zijn. Nu, het begrip jong is heel relatief. Dus hier zie je de levensfasen van ons leven. We beginnen als baby, kindje, dan worden we volwassen en uiteindelijk worden we oud. Neonaat, dus dat is de jongen, de pediatrie, dat kennen we ook. We voelen ons allemaal volwassen, we worden geriatrisch. Maar als je kijkt, adolescenten, de definitie van adolescent is tussen de 10 en de 19 jaar. Maar tegenwoordig hebben we een nieuwe groep, dat zijn de AYAs. De AYAs zijn de adolescenten en de jonge adults, dus de jonge volwassenen. En je bent adolescent of jong volwassene tussen 15 en 40 jaar. En de pediaters, ik heb al gezegd, hebben heel veel ALK-positieve lymfomen of anaplastische T-cellymfomen. En tegenwoordig hebben we ook ALK-inhibitoren. Dus dat zijn eigenlijk gerichte medicatie tegen dat ALK-enzyme. En hier, ik heb er een aantal opgelijst. Crizotinib is de eerste generatie, maar we hebben ook heel veel nieuwere generaties. En ik wou jullie eigenlijk de nieuwe studie tonen, want we gaan binnenkort een studie krijgen bij patiënten met ALK-positieve anaplastische T-cellymfomen, die eigenlijk toegankelijk gaat zijn voor alle mogelijke AYAs, maar ik heb het definitieve protocol nog niet, maar waarbij dus die nieuwe
ALK-inhibitoren gaan geïntroduceerd worden van in de eerste lijn al. Dus men gaat risicostratificatie maken. Sommige patiënten gaan een lichte chemotherapie krijgen, laag risico. Anderen gaan nieuwe medicatie krijgen samen met chemotherapie. En dit is eigenlijk ook een beetje een bewijs van waarom zeldzame lymfomen zo moeilijk zijn. Dus eigenlijk ALK is voor het eerst ontdekt in 1994, als ik niet mis ben. Maar er is eigenlijk nooit veel onderzoek naar gedaan in anaplastisch T-cellymfoom, omdat de industrie daar heel weinig in geïnteresseerd is. Maar dan plots vindt men ook die ALK-afwijkingen bij longkanker. En dan, je ziet hier die zeven producten. Heel snel zijn die eigenlijk door de industrie opgepikt voor behandeling van longkanker. En daardoor hebben we nu al zeven verschillende ALK-inhibitoren in studieverband bij longkanker. En al terugbetaald bij longkanker een aantal. Dus het is een bewijs van zeldzame lymfomen of zeldzame kankers zijn eigenlijk een probleem omdat de industrie daar veel minder in geïnteresseerd is. En dan een laatste lymfoom, dat is een beetje een heel speciaal, dat is het posttransplant lymfoom. Dus hier staan wat tekeningen. Je ziet iemand kan zwaar ziek zijn, bijvoorbeeld iemand die nierfalen heeft, moet aan de nierdialyse en uiteindelijk krijgt die patiënt dan een orgaan. En jullie weten waarschijnlijk, iemand die een orgaan heeft gekregen, die moet levenslang medicatie nemen om de weerstand te onderdrukken. Dat is natuurlijk een heel moeilijke balans, die medicatie. Als je te weinig geeft, ja, dan krijg je, zoals dat gebroken hart hier, krijg je afstoting. Als je te veel geeft, te veel medicatie die je weerstand onderdrukt, dan krijg je infecties of kan je kanker krijgen. En één daarvan is de PTLD, noemt dat. Dat is posttransplant lymfoom. En daar speelt het klierkoortsvirus een belangrijke rol. Dit is gewoon om te tonen van als je 10 jaar chronische medicatie neemt die de weerstand onderdrukt, dan heb je eigenlijk 20% kans om een kanker te ontwikkelen. Dus dat is niet weinig. Dus die mensen moeten eigenlijk heel goed opgevolgd worden. Wat is nu het risico? Ik ga daar heel kort over gaan. Wat is het risico om een PTLD te ontwikkelen? Wel, ten eerste het orgaan. Je ziet meer posttransplantlymfomen ontwikkelen bij hart en long ten opzichte van bijvoorbeeld niertransplantatie. Dat heeft te maken met het feit dat je veel meer immuunsuppressie geeft waarschijnlijk, omdat bij die organen, omdat bijvoorbeeld een nier verliezen, dat is heel erg, maar je hebt nog altijd de dialyse achter de hand en dat heb je bij een hart of bij een long bijvoorbeeld niet. En het tweede is klierkoorts. En ik kom daar zelfs nog heel kort op terug, maar de meest belangrijke risicofactor is als je een patiënt transplanteert die nog niet in contact geweest is met klierkoorts. En in onze westerse wereld, op 18 jaar, zijn we eigenlijk bijna allemaal in contact gekomen met klierkoorts. Vandaar dat kindjes eigenlijk een groter risico hebben om posttransplant lymfomen te ontwikkelen ten opzichte van volwassenen. En het laatste is natuurlijk, de derde risicofactor is de medicatie zelf. Veel mensen krijgen verschillende combinaties van medicatie, doen dan eens een afstoting waarop ze meer medicatie moeten krijgen. Dus het is eigenlijk een risico, hoe langer dat je het neemt, dat zie je aan de pijl, hoe meer kans dat je hebt om posttransplant lymfomen te ontwikkelen. En hier gewoon om eens te tonen, dit is het klierkoortsvirus, het kusjesziekte noemt dat. Dus als je jong bent, je krijgt een liefje, je kust. Als je pech hebt, dan krijg je echt klierkoorts. Dus het virus gaat je keelcellen, dus je mucosacellen gaan infecteren. Maar het klierkoortsvirus gaat eigenlijk ook in de B-cellen. En dat zie je hier in die rondes, dus die groen, oranje, blauw, paars. Het virus gaat eigenlijk in de B-cellen zitten en gaat daar eigenlijk levenslang blijven. EBV kan dus, klierkoortsvirus kan levenslang in uw B-cellen, of blijft levenslang in uw B-cellen. En dat wordt eigenlijk heel strikt gecontroleerd door het immuunsysteem. Dus dat blijft allemaal mooi onder controle. Maar patiënten met posttransplant lymfomen, die hebben eigenlijk door de medicatie te weinig weerstand, waardoor dat die cellen kunnen kwaadaardig ontaarden. En hier, en dat is een beetje een vraag waar dat elke hier ook al in de box vraagt. Posttransplant lymfoom is eigenlijk een heel breed begrip. Je hebt eigenlijk verschillende soorten en je hebt eigenlijk twee soorten, de namen zijn niet zo belangrijk, maar je hebt twee soorten die eigenlijk eerder voorlopers zijn en die typisch door het klierkoortsvirus gedreven worden. En dan heb je, dat zijn de laatste twee, de echte lymfomen die
kunnen klierkoorts geassocieerd zijn of niet klierkoorts geassocieerd zijn. En dat kan eigenlijk gelijk welk lymfoom zijn. Je kan een diffuus rotzellig lymfoom hebben, je kan een Burkitt lymfoom hebben, je kan een T-cel lymfoom hebben, je kan een multiple myeloom hebben, je kan een Hodgkin lymfoom hebben. Dat zijn dus eigenlijk verschillende soorten die kunnen optreden. De uitzondering zijn eigenlijk de eerder de laaggradige lymfomen, bijvoorbeeld CLL, folliculair, Waldenström, dan mag je geen posttransplant lymfoom. Dus het moeten vrij agressieve tumoren zijn om het posttransplant lymfoom te noemen. En dit is misschien moeilijk om te begrijpen, maar waarom is dat EBV zo belangrijk? Wel omdat EBV eigenlijk, dus als je kijkt naar rechts op deze slide, dus dit zijn B-cellen, die groene, die worden dan geïnfecteerd door klierkoorts en dan zie je dat daar plots donkere cellen ontstaan. Dat zijn eigenlijk, als dat niet gecontroleerd wordt door het immuunsysteem, dat zijn eigenlijk kwaadaardige cellen en die gaan dus eigenlijk echt een tumor vormen. Je kan evengoed een transplantpatiënt hebben die met een ander virus wordt geïnfecteerd. Bijvoorbeeld, om met de actualiteit mee te gaan, corona, COVID-19 of CMV. Dat kan heel zware klachten geven. Mensen kunnen daarvan sterven, maar dat gaat nooit leiden tot kwaadaardigheid. Dat gaat leiden tot andere problemen, maar niet longproblemen, oogproblemen, nierproblemen, maar niet tot kwaadaardigheid. Dus dat is typisch aan EBV. Vandaar dat die voorlopercellen of voorloperstadia ook moeten behandeld worden, want die gaan uiteindelijk, als je die niet behandelt, gaan die leiden tot lymfomen. En dit gewoon nog om, er zijn eigenlijk twee soorten. Je hebt twee curves eigenlijk heb je. Je hebt een lymfomen die heel snel optreedt na de transplantatie. Dat is binnen het eerste jaar. En die zijn vooral gedreven door klierkoortsvirus. En dan heb je de laat-tijdige. En dat zijn eigenlijk degenen die gedreven zijn door langdurig medicatie te nemen die de weerstand onderdrukt. De eerste zijn vooral EBV-gedreven. De laatste kunnen EBV-gedreven zijn, maar kunnen ook EBV-negatief zijn. En dan nog kort de basis van de behandeling. Ik ga er drie heel kort toelichten. Ten eerste, en dat is de belangrijkste pijler van die behandeling, je moet de medicatie, als je een lymfoom ontwikkelt of een voorloper, moet die medicatie verminderd worden. Dus er gaat een aantal van die afweerremmende medicatie gestopt worden of afgebouwd worden. Natuurlijk, dat ga je opnieuw weer gemakkelijker kunnen doen bij een niertransplant dan bijvoorbeeld bij een harttransplant, omdat je daar nog de mogelijkheid hebt bij een nier van dialyse. Meestal is dat niet genoeg en dan gaan we proberen de tumor te behandelen. Vroeger was dat chemotherapie. Gelukkig hebben we tegenwoordig, en dat is eigenlijk dankzij een zeer intense samenwerking met verschillende Europese en Australische centra, waarbij dat we een grote studie gedaan hebben, de PTLD-1 trial, waar dat we eigenlijk gekeken hebben, we gaan aan die patiënten en dan kijken we in de tweede tabel, of de tweede figuur, die zo omkaderd is, waarbij dat je patiënten 4 keer rituximab geeft en dan ga je een nieuwe scanner doen. Als de scanner in orde is, dan ga je gewoon nog verder met 4 keer rituximab. Zo niet, dan ga je toch naar R-shop. En wat we zagen in die studie, is dat je eigenlijk bij 25% van de patiënten, tot 30% van de patiënten, eigenlijk geen chemotherapie nodig hebt. Dus dat zijn lymfomen die je kan genezen met rituximab alleen in sommige gevallen. En dit is gewoon nog om te tonen, die studie heeft 152 patiënten geïncludeerd. Daarvan zijn er eigenlijk 34 in België, wat dat eigenlijk een hele grote, voor ons kleine landje is dat eigenlijk een hele grote prestatie geweest om toch zoveel mogelijk patiënten te kunnen overtuigen om aan deze belangrijke studie mee te doen. Want daardoor is eigenlijk de standaardbehandeling nu rituximab geworden, terwijl dat vroeger chemotherapie was. En deze slide ga ik overslaan. En dan een laatste, en dat is om te tonen dat er ook wel nog heel wat onderzoek is. Voor de EBV-positieve therapieën, lymfomen, hebben tegenwoordig ook adoptieve immuuntherapie. Dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met CAR-T-cellen. Dus wat men doet, is eigenlijk van gezonde donoren maakt men in het labo cellen, die T-cellen, die eigenlijk gericht zijn tegen het klierkoortsvirus. En er zijn een aantal studies, daar ga ik nu niet verder op ingaan, maar dat is wel belangrijk. Tegenwoordig kan je in België, als je een posttransplant lymfoom hebt, dat EBV gedreven is, ook meedoen aan die studie. De studie kan zowel gebeuren na stamceltransplantatie, als je dan een posttransplant lymfoom ontwikkelt, of na orgaantransplantatie. Waarbij dat je dus
dan die cellen kan krijgen. Die cellen komen van Amerika. Zij kiezen daar het beste product en dan, dit is het schema. Je krijgt 3 verschillende toedelingen op dag 1, dag 8, dag 15. Stel dat de scanner wat beter is, maar nog niet voldoende, dan kan je nog een tweede product krijgen. Ze kiezen dan voor het tweede meest geschikte, opnieuw dag 1, 8, 15. En je kan zelfs nog een derde product krijgen op dag 1, dag 8, dag 15. En als besluit zou ik gewoon kunnen zeggen van kijk, zeldzame lymfomen, we kunnen niet zeggen dat die niet belangrijk zijn, want ik herinner mij een jong meisje 10 jaar geleden met een zeldzaam lymfoom, iets dat we maar 1 keer per 4-5 jaar zien. Je kunt zeggen van oké, ja, dat is pech, maar natuurlijk, het moet maar jouw kind of jouw broer of jouw zus of jouw papa zijn. Vandaar dat wij in Leuven eigenlijk gekozen hebben om ons onderzoek echt te gaan richten op zeldzame lymfomen. En hier zijn een aantal zaken al die we gerealiseerd hebben. Dus bovenaan zie je dat we proberen zoveel mogelijk, maar dat is vaak heel moeilijk, omdat ons land wordt vaak geëxcludeerd van studies, omdat we zo'n klein land zijn, dat ze zeggen, ja, maar jullie hebben te weinig patiënten. Maar we proberen toch zoveel mogelijk patiënten mee te doen aan grotere projecten. En aan de andere kant, hier van onder, zie je dat we ook in het labo echt basisonderzoek doen om die zeldzame lymfomen meer en meer in kaart te brengen. En daarvoor hebben we dan ook heel veel steun van bijvoorbeeld Kom op tegen kanker en de Stichting tegen kanker en ook van de verschillende patiëntenverenigingen die meestal dit onderzoek heel goed ondersteunen. En ik weet dat het heel veel is op korte tijd, maar het is moeilijk om 4 zeldzame lymfomen heel uitgebreid te behandelen, maar ik ben natuurlijk zeker bereid voor vragen. Inderdaad, heel veel verteld, maar het valt goed in de smaak. Jean-Pierre, feliciteert u, professor, met uw mooie uitleg. En ondertussen heb ik gemerkt dat u ook een echte multitasker bent, ook al bent u een man, maar met uw linkeroog kijkt en naar die slides, en met uw rechteroog houdt u de vragen in het oog. Ja. En ondertussen verwerkt die ook nog eventjes in uw uitleg. Dat, ik probeer de moderne man te zijn. Ja. Maar toch hebben we nog een paar vragen. Ik ga even kort zijn. We blijven een beetje over tijd gaan, maar wees gerust, er komt blijf kijken. En ik merk trouwens dat er niemand afhaakt. We zijn nog altijd net evenveel als we gestart zijn, dus dat is een goed teken. Maar er zijn nog een paar andere vragen, professor. Eentje is een heel simpele, maar een heel logische vraag. Iemand zegt, mijn bot is aangetast door het lymfoom. Groeit dat bot nog terug? Ja, dat is een hele goede vraag. Meestal groeit het bot wel nog terug. Maar je moet er natuurlijk altijd mee rekening houden dat het bot altijd iets zwakker zal zijn. Wij bekijken dat meestal tegenwoordig hebben we NMR om dat te bekijken. Wij bespreken dat dan meestal ook wel met de orthopedisten. We hebben een aantal orthopedisten die gespecialiseerd zijn in bottumoren. En indien het nodig is, kan bijvoorbeeld na een behandeling nog een nabestraling van het bot gebeuren om het toch om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dus het is geval per geval dat we moeten bekijken, ja. Ja, iemand zegt van zichzelf, ik ken het subtype niet van aandoening die ik heb, maar door de behandeling zijn mijn reuk en smaak weggevallen. Is dat iets wat u nog hoort en wat valt eraan te doen? Ja, bij de meeste chemotherapieën, net zoals haaruitval, worden ook de smaakreceptoren en de geurreceptoren. Meestal komt dat terug, maar het is gelijk dat Anne ook al zei, er zijn altijd een aantal mensen bij wie dat het niet terugkomt. Hetzelfde met haaruitval. Er zijn een aantal mensen die nadien toch blijvend haaruitval hebben. Maar meestal moet het terugkomen. Maar de meeste chemotherapieën geven geur- en reukuitval en smaakuitval. Ja. Ja, dan gaan we eventjes naar corona, ook bij u. Johan vraagt, bij welke lymfeklierkankers en behandelingen is er een verhoogd risico op het ontstaan van COVID-19 en de varianten daarop? Ik denk dat dat een heel moeilijke vraag is, dat we op dit moment niet kunnen beantwoorden. Het is zo dat de varianten op dit moment overal opduiken. Het is gelijk dat Anne zegt, ook naar vaccinatie weten we bij kankerpatiënten nog niet echt onderzoek. Dus ik hoop dat we daar in de toekomst meer zicht op krijgen. Maar Johan, ik moet eerlijk zijn dat ik daar niet kon op antwoorden op dit moment. Ja, een heel algemene vraag. Iemand zegt, ik heb de aandoening, dus ik ben risicopatiënt. Maar praktisch, wat moet zij doen om een gevaccineerd te worden? Komt zij naar u? Gaat ze naar de huisarts? Nee, het is in principe wat we nu aanraden, is de huisarts die bepaalt of iemand een risicopatiënt is, ja of nee. Normaal gezien moet die
toegang hebben tot het medisch dossier. Maar ja, we krijgen dagelijks wel mails van patiënten met de huisarts, meestal in kopie, of van de huisarts van, ben ik een risicopatiënt of niet? En dan antwoorden wij daarop dat een risicopatiënt is. Dan moet de huisarts de nodige stappen nemen, ja. Ja, eigenlijk dus is het de huisarts. Ja. Ja. Oké. Okay, maar je moet heel... altijd naar behandelende arts mailen voor advies, natuurlijk. Hè. Prima. Prima, dat is een heel duidelijk antwoord. Heel, heel hartelijk bedankt, professor Dieriks. We appreciëren het dat u tijdens uw vrije voormiddag ook langskomt voor deze boeiende lezing. Laat me ondertussen... Tot ziens, professor. En daar komt Lies Schout al naar voren. Laat me ondertussen ook zeggen dat Elke heeft doorgegeven dat mensen die een attest willen voor school of voor werk, een attest om aan te geven dat ze dit webinar hebben gevolgd, stuur gewoon een mailtje naar het secretariaat. En als ik me goed herinner, kan dat bij de vereniging zelfs nog met een gele briefkaart. Stel je voor. Dus wil je een attest, mail gewoon naar hen. En een andere vraag van Bart was, kunnen we dit webinar later nog terug bekijken? Want ik wil het aan mijn partner laten zien. Jazeker, Bart, dat komt later op dit platform en op het platform van LVV nog terug. En Lies zit klaar, Lies Schout. En Lies gaat het met ons hebben over, ja, hoe deel je zo'n, zo'n mededeling, hoe deel je dat mee aan je kinderen en kleinkinderen? Geen gemakkelijk gesprek, maar daar gaat Lies een aantal tips rondgeven. En ik ga meteen jouw slides klaarzetten. En voilà, Lies, we zijn één en al oor voor jou. Dankjewel, Jan. Ik wil eerst en vooral absoluut de organisatie bedanken om ook voor dit stukje mentaal welzijn of een stukje psychologische aandacht mee te nemen in dit zeer mooie webinar. Als psychotherapeut heb ik mij doorheen de jaren gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met rouw en verlies in de brede zin, want rouw is natuurlijk meer dan alleen maar rouw bij overlijden, ook levensverlies is een stukje rouwproces waar dat je in terechtkomt. En het is heel moeilijk, hè, als je hier met kinderen moet over praten, vanuit het feit dat we ervoor kiezen om papa of mama te worden, uiteraard doen we dat met de beste bedoelingen en willen we onze kinderen vooral een heel warm en een veilig nest kunnen bieden. Willen we hem kunnen beschermen tegen al het negatiefs of alle oorlogen en dergelijke die dat we in de wereld jammer genoeg ook meemaken. En uiteraard doen we dat altijd met de beste bedoelingen. En daar wil ik vandaag echt van vertrekken, ongeacht welke mening dat je zelf hebt als ouder of als hulpverlener, in welke context dan ook, ook als grootouder. Ik ga er altijd vanuit dat iedereen een keuze maakt vanuit de eigen beste bedoelingen en vanuit het feit dat je altijd zelf je eigen kinderen beter kent dan dat ik die zou kennen. Het is een klap die dat je te verwerken krijgt als je van een happy family ineens moet gaan naar een gezin waar toch wel een stukje angst en onzekerheid in voorkomt. Vooral bij de diagnoses waarbij het nog niet helemaal duidelijk is of er een behandeling nodig is, hoe lang dat je in die wachtperiode zou moeten blijven hangen, dan maakt het extra moeilijk om een beslissing te nemen van wanneer gaan we dit nu vertellen aan de kinderen. En ik hoop en ik wens iedereen van harte toe dat je terug een stukje in die zekerheid terecht kan komen of dat er liefst van al zelfs een genezingsproces een mogelijkheid is, zodat je die gezin terug kan stabiliseren. Maar het doet wat met jou als ouder of als grootouder. Het heeft sowieso een impact. En de klap is al eerst groot voor jou als ouder of als grootouder zelf. En dan komt die eerste vraag van, ja, wat gaan we nu doen naar de kinderen toe? Ik heb een aantal vragen op voorhand ook doorgekregen en daarin zag ik al een heel groot verschil tussen in hoeverre dat de behandeling of de kanker zichtbaar is. He, mensen die een onderscheid maken van, ja, zolang er niks te zien is aan mij, zolang ik niet ziek ben, moet ik het toch niet zeggen tegen de kinderen. Dan gaan we de kinderen het daar toch niet extra mee belasten. Ik ga jullie een aantal dingen meegeven. Psychologie is geen exacte wetenschap, zoals we daarnet in de voorgaande mooie presentaties hebben kunnen zien.
beschik ik jammer genoeg niet over mooie tabellen en grafieken die kunnen weergeven in hoeverre het bewezen kan worden wat de beste manier is. Ik weet dat UZ Leuven wel heel veel onderzoek heeft gedaan naar hoe kunnen we kinderen zo goed mogelijk betrekken in heel het proces van een ouder of grootouder die kanker krijgt. Dus van daaruit dat ik een beetje vertrek. Ik wil me vandaag dan ook ruimer trekken dan alleen maar naar de ouders toe, omdat ik weet dat er ook heel veel grootouders zijn die op hun leeftijd de diagnose krijgen. En ja, als grootouder kijk je er ook heel erg naar uit om kleinkinderen te krijgen. Als grootouder zit je een beetje in die luxe positie van je kleinkinderen te mogen verwennen, waar dat we als ouders meer streng opvoedkundig moeten bezig zijn, mag je als grootouder best wel een tikkeltje in die verwenrol kruipen. Maar als je dan ook als grootouder de diagnose van kanker krijgt, ja, dan kom je ook daar een stukje in gevrongen van hoe ga ik hierover praten met de kleinkinderen? Gaan we hierover praten of wil ik gewoon de vrolijke oma en opa blijven die dat de kleinkinderen kennen en is dat enkel het beeld dat ik hen wil meegeven? Dus als grootouders kan je eigenlijk een beetje in die dubbele rol terechtkomen, ook als ouders trouwens. Ofwel word je zelf patiënt en ga je jezelf de vraag stellen van ga ik hierover praten met mijn kleinkinderen of met mijn kinderen? Of je kan in de rol van steunfiguur terechtkomen. Als je als ouder je eigen ouder met een diagnose krijgt, dan is het kleinkind uiteindelijk degene waar dat je moet mee gaan praten. Maar kan je als ouder ook wel zowel een steun zijn naar je kinderen toe als naar je grootouders toe? Andersom kunnen de grootouders ook een steun zijn naar de kinderen en kleinkinderen toe om hierover te praten, of ze komen zelf in die patiëntenrol terecht. Een aantal algemene principes die ik jullie wil meegeven is misschien een beetje teleurstellend, maar is dat er eigenlijk geen pasklaar antwoord bestaat. Moeilijk om te zeggen, maar het is gewoon zo. Ik kan niet zeggen van dit is de manier waarop dat je het moet doen of dit is het moment waarop dat je het moet vertellen. Ik kan alleen maar zeggen wat we aanraden en uiteindelijk zijn jullie het zelf die daarin de keuze maken die voor jullie gezin het beste lijkt. Elk gezin is uniek en zoals ik daar straks al zei, ik ga er altijd vanuit dat zowel jullie als ouders of als grootouders de kinderen of de kleinkinderen het beste kennen en van daaruit ook het beste kunnen inschatten op welk moment of op welke manier dat je met je kinderen of kleinkinderen daarover in gesprek gaat gaan. Wat ik wel altijd wil meegeven is dat je heel goed moet beseffen dat kinderen ontzettend grote, lange voelsprieten hebben. En dat hun oren even goed werken als de oren van een hond. Ik heb zelf een mechelaar in huis en die kunnen tot op enkele honderden meters kunnen zij zaken horen. Ik ga niet zeggen dat mijn eigen kinderen zo ver de afstand kunnen overbruggen. Maar als ik buiten op ons terras zit en ik doe de deur van de woonkamer dicht, dan denk ik vaak van hier kan ik even vrijuit praten met mijn partner en dan gaan ze mij zeker niet kunnen horen. Als ik hen buiten op mijn terras vraag of dat ze de afwasmachine willen leegmaken, dan gaan ze mij garantie niet gehoord hebben. Maar als ik op het terras zou zeggen, vanavond verdienen ze toch wel een goede zak chips of een goede kom snoep of wat ze dan ook willen, of mogen ze een extra uurtje gamen of tv kijken, wees maar zeker dat ze dat stukje van het gesprek wel opgevat hebben. Dus onderschat niet hoe snel dat kinderen zaken oppikken waarvan wij als volwassenen eerder denken dat hebben ze toch niet gehoord of ze gaan dat toch niet weten. Heel vaak weten kinderen het wel, maar durven ze er dan niet over praten omdat ze merken dat wij er als volwassenen niet over gaan praten. En dan creëer je het risico dat ze zelf naar antwoorden gaan zoeken of dat ze zelf met andere mensen gaan praten, dat ze zaken gaan vertellen op school aan de juf of aan de leerkracht en dat je dan op die manier wel merkt dat kinderen daar toch wel mee bezig zijn.
internet is alom toegankelijk, zelfs al voor zeer jonge kinderen die tegenwoordig al Dr. Google leren ontdekken en die zelf op zoek gaan naar antwoorden waar ze geen antwoord krijgen van ons als volwassenen. Weet ook heel goed dat fantasie bij kinderen meestal veel gruwelijker is dan de werkelijkheid. Kinderen kunnen echt wel die eerlijkheid en die duidelijkheid aan die wij hen dienen te brengen. Geven wij hen die eerlijke antwoorden niet, dan gaan ze hun fantasie gebruiken en dan hebben we die fantasie niet meer in de hand. Dan gaan ze het aan oudere kinderen vragen, dan gaan ze het aan klasgenootjes vragen en dan weten we niet welk verhaal dat ze te horen krijgen. En op die manier verlies je eigenlijk ook een stukje controle over wat de kinderen dan uiteindelijk weten, waardoor dat zij alsmaar in een moeilijker proces kunnen terechtkomen. Dus we gaan er altijd vanuit, eerlijkheid en duidelijkheid staan voorop, ook naar heel jonge kinderen. Maar het is natuurlijk een beetje zoeken naar die grens tussen wanneer zeggen we het, op welke manier zeggen we het. Is er een verschil in leeftijden? Ja, dat kan ik jullie nu al zeggen. Er is absoluut een verschil in leeftijden. Maar daar neem ik jullie zo dadelijk mee in verder. Wanneer kan je nu best de diagnose mededelen aan kinderen? Opnieuw, het principe is, best is zo snel mogelijk. Vooral zo snel mogelijk voordat ze het van iemand anders kunnen horen. En opnieuw, wanneer dat je als ouder of grootouder die diagnose te horen krijgt, dan ga je daar automatisch wel met andere mensen over praten. En uiteraard gaan we er alles aan doen om dat te doen op momenten dat de kinderen niet in de buurt zijn of dat ze bijvoorbeeld al in bed liggen en dan gaan we ervan uit dat ze het niet kunnen horen. Maar toch zijn er altijd kinderen die erin slagen om altijd die dingen te horen die ze eigenlijk niet moeten horen. Kinderen gaan ook voelen. Ze voelen dat er iets verandert in huis. Ze voelen de spanning bij papa en mama. Ze voelen de spanning als ze bij oma en opa komen. En ze weten dat er iets gaande is. En van daaruit gaan ze zich toch zorgen beginnen maken. En dan is het belangrijk dat we hen vertellen wat er gaande is. Nu, belangrijk daarbij is dat je altijd eerst zelf heel goed zeker bent over de juiste diagnose. Dus begin niet onmiddellijk met het gesprek vanaf het eerste slechte nieuws dat je zelf ontvangen hebt en waarna dat er mogelijk nog meerdere onderzoeken dienen te gebeuren. Doe eerst die onderzoeken en wacht totdat je heel erg zeker bent van de diagnose en ook over de mogelijke behandeling die al dan niet moet gestart worden. Wacht best niet tot het zichtbaar is, want opnieuw, er gaat ook een heel proces al aan vooraf, vooraleer dat het bij sommige mensen al dan niet zichtbaar wordt. Maar ook in heel die periode die daaraan vooraf gaat, opnieuw voelen kinderen wel heel veel aan. Die voelsprieten zijn zo sterk bij jongere kinderen en zij weten gewoon dat er iets gaande is. Dus het beste wat je kan doen is om zo snel mogelijk eerlijk te zijn naar kinderen en hen te vertellen wat er gaande is. Hoe vertel je dit dan aan kinderen? Spreek op voorhand heel goed af wie er bij het gesprek aanwezig gaat zijn. Stel dat je kinderen hebt van heel verschillende leeftijden. Een peuter van 1,5 jaar, een kleuter van 5 jaar, iemand uit de lagere school. Op zich kan je alle kinderen samenzetten om hen op hetzelfde moment de diagnose mede te delen. Maar uiteraard is er wel een verschil in leeftijd. Bekijk ook binnen jullie gezin of met de grootouders wie het ziet zitten om het gesprek te doen. Wie gaat het vertellen aan de kinderen en op welke manier ga je het vertellen? Ook dat is heel belangrijk, dat al de naaste betrokkenen heel goed weten van dit zijn de woorden die we gaan gebruiken. Dit is de manier waarop dat we het gaan vertellen aan de kinderen of aan de kleinkinderen. Zie het zelf niet zitten als ouders om het te vertellen tegen de kinderen, is het even goed om daar iemand voor te vragen om het mee te vertellen. Kan je eventueel bij de huisarts samen doen, maar kan je even goed aan een familielid vragen
of aan een goede vriend of vriendin binnen het gezin of buiten het gezin, die jullie daarin een stukje kan helpen. Als er verschillende leeftijden zijn, dan kan je heel kort en in heel simpele kindertaal uitleggen wat er aan de hand is, maar kan je nog altijd achteraf na het gezinsgesprek toch wel een extra momentje tijd nemen voor de kinderen apart, om dan aangepast op hun leeftijd daar nog een stukje op door te gaan. Onderschat niet hoeveel kinderen al weten over kanker. Dit is een foto die ik hier ingeplakt heb om jullie een stukje duiding te geven. Dit is een bord dat ik gemaakt heb in 2018, toen ik begeleiding heb gedaan van een klas, een tweede leerjaar, dus kinderen van 7 jaar op dat moment, waarbij dat er een klasgenootje een hersentumor bleek te hebben. En de juf had mij gevraagd om te komen helpen om daarover te praten in de klas, omdat zij het zelf niet aandurfde. Zij wist niet hoe dat ze ermee aan de slag moest gaan, dus ik ben haar gaan helpen. Ik ben vertrokken om kinderen te vragen wat dat zij over het woord kanker al wisten. Dus ik heb gewoon het woord kanker op het bord geschreven. En dan zie je hoeveel dat kinderen hier al over weten op 7-jarige leeftijd. Ik heb hen gewoon gaandeweg laten vertellen, de woorden laten zeggen die dat er bij hen opkomen als zij aan het woord kanker denken. En jullie kunnen het meelezen, het is groot genoeg. En dan zie je hoeveel woorden dat er al bij komen die die jonge kinderen toch al wel weten op die leeftijd. Dus opnieuw, onderschat die jonge kinderen niet. Zij weten echt al wel wat kanker is en ze weten ook echt al wel wat daarbij komt kijken. En hoe meer informatie dat we hen kunnen geven, hoe geruststellender dat het is voor hen en hoe meer angsten dat we kunnen wegnemen. Dus durf uitleggen wat kanker is. Durf ook het woord kanker in de mond nemen. Ik weet dat dat ook niet in elke cultuur even evident is. Er zijn culturen waarin dat men er echt oprecht voor kiest om het woord kanker niet te gebruiken, omdat het een soort van vloek is, omdat het een soort schaamte is die op het woord rust, waardoor dat men het woord kanker expliciet niet gaat benoemen en zeker niet naar kinderen toe. Leg uit waarom dat het belangrijk is dat er een behandeling volgt of waarom dat er mogelijk nog geen behandeling nodig is, want beide kunnen in het begin noodzakelijk zijn. Leg hen ook uit wat dat er de komende periode te wachten staat. Duid het eventueel aan op een kalender, op welke momenten dat mama, papa, oma of opa naar het ziekenhuis moet voor bepaalde onderzoeken. Of wanneer dat iemand tijdelijk in het ziekenhuis moet opgenomen worden. Zodat kinderen ook echt kunnen meevolgen wanneer dat er iets staat te gebeuren. Benadruk vooral dat dokters er altijd alles aan zullen doen om iemand terug beter te maken. Onze dokters zijn prachtige mensen die zich blijven specialiseren, die blijven zoeken naar nieuwe medicamentjes om iedereen terug beter te maken. Dus daar gaan we altijd vanuit dat de dokters er alles aan zullen doen om iemand terug beter te maken. En benadruk ook steeds bij kinderen hoe uitzonderlijk een kanker is. Ook al zijn er heel veel mensen die jammer genoeg de diagnose van kanker krijgen, kinderen gaan heel snel angstig worden dat ze zelf ook kanker zouden kunnen krijgen. Dus dan is het belangrijk dat we hen daar ook een stukje in kunnen geruststellen dat kanker eerder uitzonderlijk is bij kinderen, maar altijd dat de medische wereld er alles aan doet om die kankers terug te genezen. Alle leeftijden zijn belangrijk, gaande van de kleinste ukkies, de pasgeboren baby's, tot de jongeren, de jongadolescenten. Ik hoorde daarnet al bij de collega dat die leeftijdsgroep ondertussen al is opgetrokken tot 39 jaar. Dus echt alle leeftijden zijn belangrijk om te betrekken in het praten over kanker. Uiteraard met baby's en peuters is het heel moeilijk om echt al een gesprekje te gaan voeren,
Maar vergeet ook die kleine kindjes niet. Die kleine baby's en peuters, ook al hebben ze nog geen taal om te communiceren, maar ook zij voelen heel goed aan wanneer dat er iets verandert in het gezin. Wanneer dat er meer spanning aanwezig is bij papa of mama, gaan zij dat vooral heel erg fysiek voelen. Omdat baby's en peuters nog heel veel nood hebben aan die fysieke rust en nabijheid, gaan zij ook lichamelijk heel sterk voelen wanneer dat er iets van spanning optreedt in het lichaam van die anderen. Zij hebben vooral nood aan veiligheid en geborgenheid. Dus ook wanneer dat je voelt binnen het gezin van het lukt ons even niet om voor die allerkleinste te zorgen. Je bent een even goede, prachtige ouder als je tijdelijk iemand inschakelt om mee voor die kleinste te zorgen. Bijvoorbeeld de grootouders of iemand uit jullie omgeving. Om af en toe die kleintjes daar eens naartoe te brengen voor een nachtje te logeren. Of zelfs een aantal dagen in het kader van onderzoeken of behandelingen die dat je nodig hebt. Ook dan ben je heel goed aan het zorgen voor de baby's en de peuters. Dus neem hen zeker mee in het verhaal. En ze hebben nog geen verbale taal om mee te reageren. Maar ook baby's en peuters kunnen reageren in hun gedrag, in hun slaapgedrag, in makkelijker beginnen huilen of een beetje aanhankelijker worden. Dus hou ook daarin die baby's en peuters zeker in het oog. Onze kleuters is een heel vrolijke, leuke groep. Een hele makkelijke groep op zich om mee in gesprek te gaan. Maar een heel grote valkuil bij kleuters is hun levendige fantasie. Kleuters zitten nog heel erg in het magische denken. Zitten nog heel sterk in die sprookjeswereld. Een prinses die doodgaat kan gewoon terug wakker gekust worden door een prins. Dokters die kunnen alles, die kunnen iedereen terug beter maken. Maar ook bij kleuters dien je heel goed op te letten in het taalgebruik dat je gaat benutten om daarover in gesprek te gaan. Ga je bijvoorbeeld tegen kleuters vertellen dat er kleine monstertjes in het bloed of in het lichaam zitten die mama of papa of oma of opa ziek worden? Ja, dan gaan zij zich dat heel levendig voorstellen en dan gaan zij dat echt zien als allemaal kleine wezentjes, allemaal kleine monstertjes die in het lichaam rondkruipen en daar stoute dingen doen. Dus let heel goed op als je met kleuters praat, dat die levendige fantasie niet op hol slaat, want zij kunnen daar heel erg in doorgaan en zichzelf ook heel erg in verliezen. Maar het magische denken is ook heel mooi en waardevol van kleuters, want vanuit hun magische denken gaan zij ook hele mooie oplossingen bedenken. Gaan zij meekijken wat dat zij kunnen doen om mama of papa of oma of opa terug beter te maken. Gaan zij hocus pocus trucjes gebruiken. Dus kleuters gaan daar eigenlijk heel mooi in mee, maar je moet ervoor zorgen dat je die fantasie heel goed in het oog houdt en dat je die op tijd afgrenst. Bij de lagere schoolkinderen, die zijn heel erg gericht op het hier en nu. Lagere schoolkinderen willen echt alles weten, hebben heel erg nood aan die duidelijke informatie, aan die eerlijke informatie en willen ook heel veel informatie. Lagere schoolkinderen kan je echt niet veel meer wijsmaken. Zij gaan doordrammen, zij gaan doorvragen. Zij willen heel concreet weten wat er staat gebeuren. Of je nu dood kan gaan, of je je haren gaat verliezen. Of dat je nu heel veel gaat moeten overgeven als je chemo krijgt. Hoe meer informatie dat je die lagere schoolkinderen geeft, hoe beter dat zij ermee om kunnen gaan. Ook zij zijn een groep die heel erg veel met elkaar gaan praten, die heel erg veel aan elkaar gaan vragen. Zeker nu met sociale media, hè. Het is daar straks ook al gezegd. Sociale media is iets wat ook lagere schoolkinderen nu al heel goed kennen. Ook lagere schoolkinderen hebben nu al op heel jonge leeftijd
een eigen smartphone, waardoor dat ze ook al WhatsApp-groepjes hebben met de vrienden en vriendinnen. En ik merk het elke keer opnieuw, zeker wanneer ik met klassen of met scholen werk, dat er eigenlijk heel veel van de doorwerking, van de verwerking bij kinderen tussen hen onderling verloopt. Dat ze heel veel via WhatsApp-groepjes aan het rouwen zijn, dat ze heel veel delen met elkaar via Facebook, via Snapchat, via die sms-berichten en WhatsApp-berichten. Dus weet ook dat kinderen daar heel erg mee bezig zijn op hun eigen manier. En hoe meer dat we hen daarin betrekken, hoe meer dat we hen daar ook in helpen. Zodat ze niet op zoek moeten gaan bij andere mensen, bij leerkrachten of bij de ouders van vriendjes. Opnieuw, ook hier weet ik dat we heel vaak de neiging hebben om onze kinderen te willen beschermen en onze kinderen te willen afschermen. En opnieuw vanuit die goede bedoelingen dat we vaak de neiging hebben om te zeggen van we gaan het hen maar niet zeggen, we willen hen daar nu niet mee belasten. Ze hebben net nog maar slecht nieuws gehad, nu gaan we hen toch niet nog eens belasten met dit nieuws. Maar weet dat als kinderen het nieuws niet krijgen of het pas veel later te horen krijgen, kinderen gaan terugdenken. En kinderen gaan beginnen vragen van, ja, en hoe lang weten jullie dat eigenlijk al, dat jij ziek bent? En als je dan moet gaan zeggen van, ja, eigenlijk weten we dat al enkele weken of enkele maanden, misschien zelfs al enkele jaren, ja, dan gaan kinderen zich daar heel veel vragen over stellen. Dan gaan ze zich afvragen van, waarom hebben jullie dan al die tijd tegen ons gelogen? Hebben jullie ons dan bedrogen door niet eerlijk te zijn? En als jullie tegen ons mogen liegen, ja, dat wil zeggen dat wij ook mogen liegen. Dus een heel grote valkuil bij kinderen is, doordat je het hen gaat verzwijgen, opnieuw met de beste bedoelingen, riskeer je net dat zij heel erg het vertrouwen gaan verliezen in de volwassen wereld. Omdat zij dan toch op een gegeven moment het slechte nieuws gaan krijgen en dan gaan zij zich heel erg belogen en bedrogen voelen en niet snappen van, waarom hebben jullie dat nooit eerder tegen ons gezegd? Is het omdat we te jong of omdat we te klein zijn? Wij hebben ook recht om dit te weten. Ik heb het jammer genoeg al meerdere keren meegemaakt dat uiteindelijk iemand doorheen het behandelingsproces in verschillende vormen van kanker, dat het uiteindelijk op het punt komt dat iemand uitbehandeld is en dat er helaas geen positief uitzicht niet meer is. En dat ouders dan heel last minute tegen de kinderen nog moeten gaan vertellen dat papa of mama of oma of opa kanker heeft en dat ze niet meer te genezen zijn en dat het nog kwestie is van enkele weken of maanden vooraleer dat die gaat sterven. En dan hoor ik elke keer opnieuw vooral heel erg boze en zwaar teleurgestelde kinderen. Als dan uiteindelijk die persoon komt te overlijden, gaan kinderen heel boos reageren, gaan ze heel teleurgesteld zijn, zijn ze heel het vertrouwen kwijt in hun ouders of in hun grootouders. En als ze dan bij mij in rouwbegeleiding komen, dan is het echt die boosheid die overheerst. Boosheid omdat ze niet de kans hebben gehad om mee betrokken te zijn geweest in heel dat rouwproces. Kinderen willen weten wat er gaande is. Kinderen willen kunnen praten over hoe het is om kanker te hebben en willen weten hoe dat de ziekte evolueert. Zij willen dat niet pas op het allerlaatste moment vernemen. Kinderen willen het meestal van in het begin zo snel mogelijk weten, zodat ze weten wat er gaande is binnen het gezin. Dus hou daar zeker rekening mee. Als grootouders is het niet altijd evident, of ook als ouders toe, hè, als een van de twee de diagnose kanker krijgt, ja, uiteindelijk zijn het de ouders zelf die beslissen wanneer en hoe dat het tegen kinderen verteld wordt. Dat kan soms tot een heel oncomfortabele rol leiden wanneer dat je in de andere positie zit en eigenlijk wel zou willen kunnen praten met je kinderen of kleinkinderen, maar dat de ouders of grootouders ervoor kiezen om het toch niet te zeggen.
Dat maakt het extra lastig als je daar niet in overeenkomt. Nogmaals, ik kan alleen maar aanraden om er wel over te praten met kinderen. Maar natuurlijk, je dient elkaars wens daarin te respecteren. Ik heb het ook al meegemaakt dat ouders ervoor kiezen om niet tegen hun eigen kind te zeggen dat het kind zelf kanker heeft. Omdat ze het te verschrikkelijk vinden om tegen een kind te moeten zeggen dat het kanker heeft. Nu, als ik met het kind zelf werkte, het kind zelf wist wel dat het kanker had. Maar het was niet aan mij om tegen de wens van de ouders in te gaan. Als de ouders ervoor kiezen om het niet tegen de kinderen te vertellen, ja, dan moeten we die wens respecteren, ook al druist dat in tegen onze eigen principes of tegen onze eigen wens. Ouders blijven nog altijd de ouders en beslissen over hun kinderen. Onze tieners, pubers en ook jongadolescenten, is voor hen een heel moeilijk moment als dit binnenkomt in hun leefwereld. Vooral omdat pubers heel erg leven volgens het YOLO-principe. You only live once. Pubers zitten normaal volop in hun ontwikkeling, zijn zoekende naar hun identiteit. Het leven is één groot feest. Zij willen vooral ontdekken en heel veel dingen doen en plezier maken. En vooral alles delen met hun vrienden. Vrienden zijn het allerbelangrijkste voor pubers. Ik heb er 2 op dit moment en ik merk zelf hoe erg dat het wennen is om dan als mama zo een stukje achteruit te moeten zetten en de vrienden op de eerste plaats te laten zetten. Maar dat is wat dat voor hen belangrijk is. Dus bij pubers is het soms heel moeilijk om te kunnen inschatten hoe dat zij daarop gaan reageren. Pubers zijn op zich al heel onvoorspelbaar en heel wisselend in hun gedrag. De ene moment hebben ze je nog heel erg nodig als ouder of ook als grootouder. En op een ander moment hebben ze zoiets van, laat me met rust, ik wil op mijn kamer zitten, ik wil bij mijn vrienden zijn. Jullie weten het toch altijd beter, dus dat verhaal, daar heb ik geen zin in. Dus pubers gaan daar meestal veel meer met hun vrienden gaan over praten dan dat ze daar met ons als volwassenen gaan komen over praten. Pubers gaan ook automatisch heel veel opzoeken op het internet, waardoor dat het weer heel belangrijk is dat je hen zelf de informatie kan geven die je ontvangt via de behandelende artsen en specialisten, die het toch altijd beter weten dan onze slechtste vriend Dr. Google, waar heel veel meningen op te vinden zijn. Hou pubers zeker in de gaten als je hen gaat vertellen dat er een diagnose van kanker is binnen het gezin of binnen de familie. Voor pubers gooit dat een stukje hun YOLO-principe onderuit op dat moment waarop dat ze inzitten. En zij gaan daar opnieuw weer hun eigen weg in vinden, wat ook vooral via de vrienden is en ook weer vooral via de smartphone. Praten wordt alsmaar moeilijker met deze doelgroep, omdat zij veel meer de neiging hebben om alles via berichten te doen. Wat als ik het niet vertel? Want ik heb nu heel veel verteld over hoe je er wel over kan praten en waarom het goed is om er wel te over praten. Maar wat als je er toch voor kiest om het niet vertellen? Wat uiteindelijk iedereen zijn recht is om er in eerste instantie niet over te vertellen. Zeker hè, mensen die de diagnose krijgen en die nog in de wachtperiode zitten of waar dat er nog niet meteen behandeling nodig is of dat er nog niet meteen iets zichtbaar is van de kanker, dan leert de ervaring ons dat heel veel ouders en grootouders ervoor kiezen om het voorlopig nog niet te zeggen. Dat is een vrije keuze die iedereen uiteraard voor zichzelf neemt. Jullie kennen de kinderen en kleinkinderen het beste en kunnen het beste inschatten wat zij op dat moment in hun leven aankunnen. Maar opnieuw, vergeet die enorme voelsprieten niet en onderschat kinderen niet in wat dat zij allemaal opvangen en hoeveel meer dat zij opvangen dan dat wij denken. Als we het niet gaan vertellen en ze vangen toch dingen op, dan riskeer je dat het nog meer angst teweeg gaat brengen
En dat die fantasie helemaal een loop neemt met hen. En dat zij met een totaal verkeerd verhaal in hun hoofd gaan rondlopen, waar dat wij niet eens weet van hebben. Ik heb ooit een jongetje van 5 bij mij in begeleiding gehad, die eigenlijk aangemeld werd voor heel straffe woedebuien, heel zware agressieaanvallen. En in het eerste gesprek met de mama en de papa erbij, en het jongetje was er ook bij, vroeg ik hen van, zijn er bepaalde gebeurtenissen in jullie gezin of in jullie familie die hij mogelijk al meegemaakt heeft op jonge leeftijd? Waarop dat de papa en de mama onmiddellijk zeggen, nee, hij heeft nog helemaal niks meegemaakt, er is nog niks gebeurd in ons gezin of in onze familie. Waarop die kleine van 5 onmiddellijk zegt, dat is niet waar, jullie liegen, mijn opa is dood. En op dat moment zie ik de ouders verschieten van, hoe weet hij dit? We hebben dat niet verteld tegen hem, we hebben er alles aan gedaan om hem daarvan af te schermen. Hoe kan dat dat hij dit weet? Ja, hij wist het echt wel, zonder dat iemand het tegen hem had verteld. Hij heeft het gehoord, hij heeft het gevoeld, hij heeft het opgevangen in gesprekken die hij niet had moeten horen. Maar hij heeft het opgevangen. En wat is er bij die jongen gebeurd? Doordat er niks tegen verteld is, is hij zijn eigen fantasieverhaal gaan maken en heeft hij zichzelf wijsgemaakt dat zijn opa gestorven was doordat hij op restaurant, in plaats van een bord spaghetti gegeten te hebben, had hij een bord met allemaal vieze insecten gekregen. En opa had die allemaal opgegeten en daardoor is opa doodgegaan. Dus dan krijg je echt de meest rare fantasieverhalen die heel normaal zijn voor kinderen, maar die wel vergaande gevolgen kunnen hebben, omdat zij daardoor helemaal gaan vastlopen in het proces waar dat ook naartoe gaat. Als kinderen het pas veel later of zelfs te laat pas achteraf vernemen dat iemand eigenlijk al lange tijd de diagnose van kanker had, dan verhoog je opnieuw dat risico van boosheid en wantrouwen. Zijn er nog meer dingen die ze voor mij hebben achtergehouden? Zijn er nog meer dingen waar dat mijn ouders over liegen tegen mij? Hoe kan ik mijn ouders nu nog vertrouwen als ze dit al voor mij hebben achtergehouden? Had ik het wel geweten, ja, dan had ik misschien ook heel andere dingen kunnen doen. Dan had ik misschien liever geweest voor mama en papa. Of dan had ik veel meer op bezoek geweest bij oma en opa. Of dan had ik tekeningen gemaakt. Of had ik dingen geknutseld. Kinderen willen mee betrokken worden in heel dit proces. En willen iets kunnen doen voor mama, papa, oma of opa. Dus probeer hen die kans niet te ontnemen en probeer hen daar echt mee aanwezig in te maken. Niet alleen papa en mama kunnen liegen, ook oma en opa kunnen liegen, als ze achteraf ontdekken dat die het ook al langer wisten. Maar daarmee riskeer je dat heel die volwassen wereld voor hen onbetrouwbaar gaat worden. Want als zelfs een mama, papa, oma of opa tegen mij kunnen liegen, ja, wie liegt er dan nog tegen mij? Ligt ook mijn juf dan tegen mij, of mijn sportmeester, of wie dan ook? Hoe kan ik dan ooit nog iemand vertrouwen? Dus je riskeert daar een heel belangrijk stuk van basisveiligheid stuk te maken bij kinderen door hen daarin te ontnemen. Ook al doe je dit opnieuw met de allerbeste bedoelingen. En belangrijk, als grote mensen mogen liegen, dan wil dat zeggen dat ik als kind ook mag liegen, want wij leren als kind van de volwassenen wat goed is en wat niet goed is. Dus als zij mogen liegen en dingen verzwijgen, dan wil dat zeggen dat ik dat ook mag. Onthoud vooral dat kinderen echt wel heel veel veerkracht bezitten. Kinderen kunnen veel meer aan dan dat wij vaak denken. En hoezeer dat we hen ook willen beschermen en afschermen van al die vreselijke diagnoses van kanker en eender welke andere ziekte of zelfs van overlijdens. Kinderen kunnen dit aan. Hoe meer dat we kinderen eerlijke informatie geven, hoe meer dat kinderen dit echt wel kunnen dragen, dat zij hiermee een weg kunnen vinden en dat dit echt wel oké is voor hen. En ja, zij kunnen angstig reageren, ze kunnen boos reageren, ze kunnen heel verdrietig reageren.
Maar dat is ook hoe dat we als volwassenen reageren. En kinderen hebben ook recht op die eerlijke uiting van emoties. En ook daarin kunnen we hen op weg helpen. En kinderen bezitten een prachtige schatkist met allerlei trucjes daarin, waarop dat ze gebruik kunnen maken om daarin die weg te vinden. Dus ik zou jullie vooral heel veel liefde en kracht willen toewensen, letterlijk om onze kinderen mee te dragen en om durven in gesprek met hen te gaan. Durf je het zelf niet onmiddellijk, durf dan aan iemand anders hulp te vragen om je daarin bij te staan en om het samen met een hulpverlener, met een huisarts, met een bevriend iemand of iemand uit de familie te doen, zodat je uiteindelijk toch wel tot dat belangrijke gesprek met kinderen kan komen. Zo Jan, ik weet niet of er ook mensen in het gesprek met mij willen gaan of vragen aan mij willen stellen. Ja. We zijn wat over tijd aan het gaan, maar geen probleem. Je hebt een paar tips gegeven en een van je tips, of een van de zaken die je zei, van kinderen kunnen ons later verwijten van waarom heb je tegen ons gelogen? Wel, Jean-Pierre maakt het heel, heel, heel concreet. Ik lees even voor. Jean-Pierre is grootouder, heeft een aandoening en de ouders zeggen, en hij zegt dus het volgende. De ouders beschermden ons kleinkind af door te stellen dat wij als grootouder het daar niet moeten over hebben tot het moment dat de tijd rijp is. En hij vraagt zich nu af, wat moeten we nu doen? Moeten we enerzijds de ouders, dus met andere woorden de kinderen van Jean-Pierre of schoonkinderen van Jean-Pierre, moeten we hen volgen? Of moeten wij toch aan onze kleinkinderen daar iets over vertellen, en hij bekijkt het ook niet alleen vanuit het kleinkind, maar ook vanuit zichzelf, en ik lees letterlijk, ook als patiënt hebben we daar wel behoefte aan, en wij merken ook dat ons kleinkind daar wel af en toe naar vraagt. Wat doet Jean-Pierre? Ja, absoluut, dat is zoals ik daarnet ook al zei, hè, een heel moeilijke kwestie als je daar niet in overeenkomt, hè, als de ouders beslissen van nee, we willen de kinderen daar nog niet mee belasten, terwijl dat je uiteraard als patiënt zijnde, als grootouder zijnde, dat je wel die behoefte voelt om daar eerlijk over te kunnen praten met de kinderen. De beste tip dat ik daarin kan geven is toch trachten je eigen kinderen of schoonkinderen te overtuigen van het belang om wel met hen in gesprek te gaan. Ik zou zeggen, Jean-Pierre, laat hen dit webinar zien waarin kunnen horen hoe belangrijk dat het is om het gesprek aan te gaan met kinderen. En dan hoop ik dat ze daar toch in kunnen bijdragen en het belang daarin van kunnen aanvaarden. Ja, we gaan naar iemand anders en ik lees alweer letterlijk. Ik zit nog in de wait-and-see fase. Ik heb kanker, maar krijg dus nog geen behandeling. En ik heb kinderen, 8,5 en 6,5. En voor hen lijkt er op dit moment nog niets veranderd. Raad u aan om het nu al te zeggen, ook al zien zij niks mis aan mij. Ze zegt erbij, mijn zoon is wel heel gevoelig op veel vlakken en zou ik hem niet beter in zijn onbezonnenheid laten? Dat is het moeilijke zoeken naar het juiste moment waarop dat je het zegt. Hè. Nu, je zit nu nog in die moeilijke, ja, in de wachtperiode waarin dat er nog niks zichtbaar is. Het moeilijke daarbij is, je weet niet hoe snel dat het gaat veranderen. Het kan plotseling helemaal veranderen, waardoor dat er wel op heel korte termijn behandelingen nodig is en waarop dat het misschien wel heel snel zichtbaar en voelbaar gaat worden voor de kinderen. En als je het dan nog allemaal gaat moeten vertellen, ja, dan hebben ze heel veel te verwerken op heel korte tijd. Terwijl je kan hen nu perfect al zeggen dat mama wel een ziekte heeft, maar dat die op dit moment nog helemaal oké is, dat er op dit moment nog niets aan de hand is en dat de dokters het heel goed opvolgen, zodat moest er toch iets veranderen, dat de dokters dan op dat moment heel snel kunnen ingrijpen. Dus je kan hen toch al heel eerlijk vertellen wat er gaande is, zonder dat je die ongerustheid al moet creëren door te benadrukken dat het op dit moment allemaal oké is, dat er op dit moment nog niets aan de hand is, en dat de dokters het heel goed meevolgen. Ja, goede tip. Ik ga naar het omgekeerde, waar het wel al merkbaar is voor het kind. Ik vat even samen. Een mama met kinderen van 11 en 8 jaar heeft bloedkanker,
De kinderen zien dat ook. Mama is moe, mama is ziek. Er is al veel gehuild. En zij zegt, momenteel hebben we de kinderen verteld dat er een beestje in mama's bloed zit, die mama ziek maakt. Maar zegt ze, mijn zoon is 11 jaar, hij voelt dat er meer aan de hand is. Hoe vertel je dat, het verhaal van het beestje in mama's bloed? Is dat de manier of hoe vertel je dat best? Ik zou het echt benoemen als zijnde, mama heeft kanker in het bloed. Hè, zoals ik daar straks ook al zei, van durf echt het woord gebruiken. Ik toonde het ook al aan de hand van het grote bord van 7-jarigen, hoeveel dat zij al weten over het woord kanker. Dus onderschat hen daar echt niet in, hoeveel kennis dat zij zelf al hebben van kanker. Er zijn heel veel boekjes te vinden die dat je ook kan gebruiken om uit te leggen aan kinderen wat dat kanker is. Ik heb zelf een boekje geschreven, Dappere Daan, die leukemie krijgt, over een kind dat leukemie krijgt. Maar dat kan je even goed gebruiken om aan een kind uit te leggen dat je als volwassene diezelfde ziekte hebt. Dus er bestaan echt wel al mooie boekjes die dat je kan gebruiken om uit te leggen wat dat er gaande is in het lichaam. Maar ik zou letterlijk durven praten over goede cellen, kwade cellen, die de goede cellen stuk maken. En het echt op die manier heel eerlijk, begrijpbaar in kindertaal uitleggen. Ja, ja, ja. Dus inderdaad, het hoeft niet altijd het beestje te zijn. Je kan soms, zeker bij een kind van 11 jaar, al een beetje verder gaan. En net op de valreep komt er nog een getuigenis, maar ook met een vraag erbij. Het allerlaatste wat we gaan bespreken vandaag. Toen mijn dochtertje 5 jaar was, verhuisden we. En ze ging naar een nieuwe kleuterklas. En daar vroeg ze om de school niet op de hoogte te stellen van het feit dat mama kanker had. Dus het kindje vroeg het zelf. Blijkbaar had ze er toen al, en ze was 5 jaar, last van om met dat gedrag van kinderen of gedrag van klasgenootjes om te gaan. Wat raadt u aan? Ik denk dat daar twee dingen in belangrijk zijn. Enerzijds zou ik wel sowieso de school zelf op de hoogte brengen, maar dan eerder op directieniveau, de leerkracht zelf, de juf zelf van haar klasje. En naar de klas toe zelf, naar de kindjes van de klas toe zelf, denk ik dat je een onderscheid kan maken hier wel, in hoeverre dat het al zichtbaar of niet zichtbaar is. Stel dat het inderdaad totaal niet zichtbaar is, dan is het heel oké om het nog niet tegen de klas te zeggen, zodat het kind gewoon de veilige plek kan behouden op school en daar even niet moet bezig zijn met de ziekte. Is het natuurlijk wel heel erg zichtbaar, dan ja, gaan kinderen sowieso vragen stellen, gaan zij ook vragen van waarom heeft jouw mama geen haar of waarom draagt jouw mama altijd een muts? Ja, en dan is het wel weer belangrijk om kinderen daarover te vertellen, want anders riskeer je nog meer pestgedrag te krijgen, omdat de kinderen niet weten waarom dat mama er anders uitziet. Dus daarin is het een beetje zoeken in hoeverre dat het zichtbaar of niet is, maar ik zou wel altijd de juf of de meester zelf sowieso op de hoogte brengen, zodat als zij bepaalde reacties zien bij het kind, dat zij ook weten van waar dat die kunnen komen. Ja. Inderdaad, je hebt dat net gezegd helemaal in het begin. Het is geen exacte wetenschap, psychologie, maar toch goed dat je een aantal heel praktische tips hebt mee te geven. Hier sluiten we af. Laat me nog een paar heel praktische, korte zaken vertellen. Mensen vroegen een attest. Ja, zeker zijn er attesten voor school of werk te verkrijgen. Gewoon een mailtje naar de mensen van LVV. Deze video wordt ook beschikbaar gesteld en dat zal waarschijnlijk vanaf maandag zijn. En als u dit webinar afsluit, dan is er een heel kleine evaluatie. Doe ons een plezier, een paar vraagjes, 20, 30 seconden zal het duren, maar wij weten dan graag en zo leren we wat is goed en wat kan nog allemaal beter. De felicitaties stromen binnen hier en blijkbaar is het een webinar dat sterk heeft aangeslaan. Laatste ding, er is maar een heel groep mensen die we moeten feliciteren en bedanken om dat allemaal te organiseren. Maar we willen ook bovenal jullie bedanken, want jullie zijn nog steeds met heel veel die heel dit webinar hebben gevolgd, ook al is het buiten mooi weer en ook al is het etenstijd voorbij. We appreciëren het heel sterk dat je erbij was. Nog een prettige dag en wie weet, tot de volgende keer. Dag.